Metapod. Het is weer dinsdag en TV presenteert de Meta Podcast. And here zijn jullie hosts Jeffy and Dennis. Hallo Dennis. Hallo. Hallo, dat ging net goed, hè? Ik denk dat mensen je fanta wegklokken nog hebben gehoord zelfs. Denk je? Oh, ik hoop het Ja, ik het denk niet. het wel. Ja, ik weet het niet. Ik zie ja. inderdaad wel een raar dingetje ja, in het, in het een... audiospoor. Dus mogelijkerwijs... Nou, mensen, ja. mochten jullie willen weten wat het was, dat was Fanta. Ja, Jimmy. dat was Fanta. Nee, ehm... Um, Luisteraars, welkom bij de Mede Podcast. Ik zal niet vergeten dat ik bij deze jullie alvast op de rechten voor de muziek moet wijzen. Uh, die liggen bij de Pokémon Company deze week. En um, nou ja, we gaan dan straks natuurlijk weer onze muziekje luisteren. We hebben elkaar ja. natuurlijk van het weekend gewoon gezien. Um, en ik vond het ook nog moeilijk. Ik heb wel wat Pokémon met je besproken. Maar ik vind het altijd moeilijk om het dan niet heel enthousiast gelijk ook over Pokémon te hebben. Ja, dat ben ik helemaal met je eens, inderdaad. Ja, voor uh, luisteraars, mochten jullie denken: nee, jullie hebben niet Jeffrey van, van het weekend gezien. Maar nee. Jeffrey en ik hebben elkaar van het weekend gezien. Ja. Um, maar ja, uh, daar ben ik ben ik helemaal mee eens. En dat had ik exact hetzelfde. Ik had ook iets gevangen en zo. En toen had ik zoiets van: ah, oh, ik wil het vertellen. Maar nee, ik vertel het nee. niet, want met de podcast. Dus ja. ja, het was een heel, uh, heel gezellig weekend. We hebben eigenlijk nooit uh, niks tegen elkaar gezegd, uh, luisteraars. Nou, oh, jawel hoor. We hebben wel wat <laughs> gezegd, gelukkig wel. En jij bent wezen wandelen met een soort van Pokémon, toch? Maar ja, ja, alleen volgens mij bestaat die Pokémon helemaal niet. Dat type. Oh. Volgens mij is er namelijk, en hé, hey, luisteraars, laat me vooral weten als het niet zo is. Maar volgens mij bestaat er helemaal geen alpaca-pokémon. Nee, het zou zomaar kunnen. Ik zou eigenlijk ook niet weten. Maar het is een alpaca op zich, is, vind ik al bijna een Pokémon. Ja, een beetje wel, ja. Ja, ja. ja je Partijs. kunt er alleen niet op rijden, zeg maar. In, in de game zal het waarschijnlijk wel kunnen dan, maar ja. uh, in het echt nee. niet. Kinderen ook niet? Nee. Nee? Nee. Mm. En terecht. Mm. Nee, ja, precies. Dus die er voor die beestjes. Laten Inderdaad. we snel naar, uh, naar, uh, uh, naar het nieuws gaan, omdat ik Spotlight ouwe nee. gewoon eigenlijk voorbij wilde laten gaan. Want er rolde een of ander schaap voorbij, maar ik heb, ik heb niet eens mijn plus aangezet. Ja, over wollige uh, beestjes gesproken. Dat is ook ja. absoluut geen alpaca, maar wel, uh, wel wollig. Ja, woeloe, tja. Ja, jij hebt dus je, je plus niet eens aangezet. Ik wel. Ik heb gewoon een half uurtje gelopen ook. Gewoon omdat, hm. net als zo goed als altijd, ik het ook gewoon lekker vind om even te lopen. Um, ja, ik heb woeloe gevangen. Ja, dat ja. was iets. Ja. ja, precies. En je hebt ook oh, ja. lekker uh... En oh, ja? vocht voor XP natuurlijk. Ja, nee, inderdaad. Het moment dat ik niet aan het lopen was, voelde heb ik natuurlijk alleen maar geëvolueerd. Want dat is superleuk om te doen. Ja. Oh ja. nee, dat zijn flashbacks en trauma's van vroeger. Dat je met een leuk, het... een half uur lang Pidgey laat evolueren. Leuk. Ja, maar weet, weet je wat het trauma is van vroeger? Pokémon één voor één weggooien. Oh, <laughs> daar heb ik helemaal niet meer over nagedacht. Inderdaad. Ja. De, ja. Want evalueren voelde nog nuttig. Omdat je dan in ieder geval nog XP kreeg. Maar weggooien. Was je ze één voor één aan het weggooien? Oh, dat was ook echt de hel. Ja. Ja, ja. nee, inderdaad. Ja, lachen. Dat multitransfer uiteindelijk. Ja. Gelukkig um, wel. Ik had trouwens tijdens de spotlight hour, Want ik ging dus even lopen. En toen liep ik ook meteen maar richting een raid. Hmm. Um, had ik wel zowaar een shiny uh, uh, miauw uit een uh, raid. Oh. Is dat... Uh, is dat je moment van de week dat je nu alvast verklapt? Of oh, uh... nee joh. Nee, oh, joh. nee joh. Nee joh. Oh. Doe niet zo gek. <laughs> okay. dit, is, dit was mijn spotlight hour. <laughs> ja, precies. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar je moment van de week. Maar dat, uh, dat zal dan straks wel komen. Ja, precies. Ja, ja. Nou, laten we dan maar naar het nieuws gaan denk ik, hè? Ja, dat kan inderdaad. Ja. Laten we gaan. Uh, ja, laten we ervoor gaan. Uh, het nieuws: ik was het uh, net al aan het uh, opzoeken. Vorige week natuurlijk het een en ander besproken, maar er was veel nieuws, zie ik. En we hebben ook nog wel veel vragen, dus ik zal er ook enigszins um, snel doorheen gaan. Um, even kijken hoor. Uh, nou ja, het lijkt weer bezig met Safari Zones, maar het lijkt er misschien ook wel op dat we een soort van wereldwijde Safari Zone gaan krijgen. Hm. Ja, dat zou ik wel raven, want ik, ik snap GoFest dat dat wereldwijd is. Ja. Um, nou ja, in ieder geval zo lang als corona, zeg maar. Maar Safari Zone vind ik wel echt iets wat plaatselijk is. Het is meestal niet extreem bijzonder. Het is wel leuk als je erbij kan zijn. Maar als je het mist, is het ook niet super erg. Dus ja, dat zou ik wel, dat zou ik wel gek vinden. Ik bedoel, ik zou het wel leuk vinden hoor. Maar ik, ik heb meer zoiets van Safari Zones. iets meer lokaal houden eh, op plekken. Maar goed, ja. Ja, ik heb toen Safari Zone Liverpool gespeeld, hier. En. Het was eigenlijk gewoon een. Dat, dat was echt een uh, shiny grind, zeg maar. Hmm. Ja, want de, de uh, shinies waren niet super hoog, geloof ik. Ik bedoel, uh, ja, de kans erop was niet super hoog, geloof ik. Oh. Ik had, ik had er 30 of zo. Oh jeetje, even goed. Ja, ik dacht dus dat de uh, shiny kans wel hoger was dan normaal, natuurlijk. Maar niet zo hoog als bijvoorbeeld bij GoFest. Maar blijkbaar wel. Hmm. Dat was gewoon een GoFest uh, gemiddelde, ja. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Ja. ja, nou ja, goed. Maar hoe vond je het? Was het leuk? Ja het, was wel, nou, het, het, ja, het was wel leuk. Het nadeel was dat ik alleen was. Uh, want ik had toen een ticket gekocht, echt toen corona net uitbrak... en ik erop ging gokken dat ik niet naar Liverpool ging... maar dat ze het wel uh, hier beschikbaar gingen maken. Goed gokt uh, Ja, de, ik was heel blij met die gokken. Een hoop shine is dus erbij. Uh, maar uh, ja, het, 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 dus, dus in mijn eentje was niet zo leuk. Maar aan mm. de andere kant, uh, ja, prima... Het voelde niet heel veel anders dan de eerste Safari Zone in Dortmund. En die Safari Zone die was voor mij echt verschrikkelijk. Dus, en dan bedoel ik dat dit was dus beter was dan dat. Ja, en Want precies. toen kon ik die dag één niet spelen. Dus. Nou ja, dat inderdaad. Ja. Oké, okay. hm. maar goed. Uh, nou ja, ik ben benieuwd. Uh, misschien wordt het inderdaad dan een soort van herhaling zoals jij nu al hebt gedaan. die van Liverpool, maar dan wel met mensen om je heen. Ja, hm. ja laten we het hopen. Nou. Fijn. Even kijken, dan. Ik zit nog even wat Dataminer-nieuws te kijken. Allemaal niet interessant. Ik denk dat we gelijk naar uh, misschien wel het hoogtepunt van de week gaan: Pokerstopafstand. Uh, afstand Ja, ja, het is, het is zover. Het is ja. ons gelukt met onze Meta-podcast. Ja, met onze uh, 200 <laughs> luisteraars. Nee, ja. Ja, nou ja, en ik was het alweer vergeten, moet ik gelijk ook heel eerlijk zeggen. Dat dat de afgelopen weken is geweest. Zo ja. was is eigenlijk het grootste even, nieuws, maar goed, ja. Ja, <laughs> ja het was, inderdaad, het was eigenlijk het grootste nieuws en, en wij zijn het dan uh, vergeten. Maar ja, ja ik, ik ben er heel, uh, heel blij mee. Ja, ik ook. Ja, super. Um, ik, ik bedoel, dat, dat was de grootste quality of life verandering van ANTX sinds tijden. En uh, ja, die wilden ze terugdraaien, maar. Uiteindelijk zijn de spelers natuurlijk degene die bepalen. Uh, want als je je spelers kwijt bent, heb je ook geen spel meer. Nee, nee precies. Dus. Uh, hoe je ja. dit, uh, ik ben blij dat ze hebben geluisterd. Mensen luisteren ons eindmuziekje niet, eens, denk ik. Wat? Ja, ik ben een beetje. Stop bij het eindmuziekje? Daar haakt echt uh, 25% af bij het eindmuziekje. Oei, oei, oei. oei. Nou, ja, blijft er nog wel 50% over hoor. Maar. Uh, <laughs> hoe je dit. Uh, en, is en, dat een hint ja. dat Dave een nieuw eindmuziekje moet maken? Of? Ja, Weet ik niet. Nee, ik was even aan het kijken of we vorige week mensen naar een uur gingen afhaken. Maar dat is dus in ieder geval absoluut niet zo. Dus uh, het gewone Pokémon Nieuws was ook uh, welkom. Uh, Oké, okay, maar... ja, dat scheelt. <laughs> ja. Ik luister juist altijd graag naar het eindmuziekje. Sorry. Ja, ja. Uh, tja. Focus toch op. En dan daarbovenop komt dus nog dat uh, morgen uh, er dus nog. Ja, nou, en ik zei dat ze nog met veel meer nieuws zouden komen. Oh ja, natuurlijk, 1 september. Ja, dat is ja? waar, ja. Ja, ik, zelfs dat was ik alweer kwijt, omdat dit nu gelukt was. Uh, ja. was dat, het belangrijkste dat was het belangrijkste. Van... Ja. Maar ja, goed. Um, prima. <laughs> ja, ik, ik, ben, 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 ik ben, ben, ben heel ben benieuwd. Ben benieuwd. Ja. ja, het is wel jammer dat het dan weer net morgen is, maar goed. Ja, als het echt, echt... Echt heel groot is, dan, dan plannen we ergens nog een podcast in. Hè? Dan, uh, hoe heet het, uh, dan doen we een special, zoals de Kalosse... Die doen we dan denk ik ook wel weer, Kalosse Podcast. Want dat is een leuke uh, woordspeling. Ja. Uh, die telt te niet mee in de nummer 1 tot en met 50. Want dat zou ook helemaal niet goed uitkomen. Daarom uh, is, ja, daar is het ook los. Ja, precies. Daarom is het ook los. En je leest het natuurlijk sowieso via MWTV. Dus, uh... Nou, ja, uh, dan... Heeft ik ook gezegd dat gesponsorde Pokestops dus nooit een rol hebben gespeeld? Daar hebben wij het natuurlijk van het weekend al wel even over gehad. Aha. Ja, Aha. Uh -huh. uh -huh. uh, dus ja. Ik geloof dat enerzijds wel. Jij niet helemaal. Nee. Nee, ik, uh, ik niet. Nee. Ik, uh, ik denk dat er wel iets achter, achter zit wat daarmee te maken heeft. Dus ja. Het zou ook kunnen zijn dat ze het van plan waren in het abonnement. Dat ze daar in de afstand mm -hmm. van plan waren. Maar hoe dan ook, zit er iets. ...achter waardoor ze het een verdienmodel van wilden maken, denk ik. Ja, nee, ik geloof wel dat er een verdienmodelstuk erachter zit. En zij bleven maar hameren op het feit... Uh, ...dat het vooral te maken had met de visie die ze hadden voor het spel. Ja. Wat ik wel geloof, is dat ze dit uh, gevoelsmatig te snel hebben gedaan. Want dit hebben ze natuurlijk heel snel gedaan. En mm -hmm. achteraf, want toen dachten ze dat het uh, drie, vier, vijf maanden zou duren. En achteraf hebben ze er heel veel spijt van dat ze dit toen zo snel hebben gedaan. Ja, wat ik wel heel raar vind, dat ze dat... Ja, dat ze er spijt van hebben dat ze dit hebben gedaan. Terwijl zoveel spelers werden er blij van. Dus wa ja. waarom heb je er dan spijt van? Nou, als ze het niet hadden gedaan, hadden we er nooit om gezeurd. En uh, nu ze het hebben gedaan, zijn we niet anders meer gewend. Zeg nog wat, wat wij allebei terecht zeggen. Er is een grote groep spelers die het niet anders kent. Uh, en dan zouden ze het ineens terugdraaien. En dan, dan heb je eigenlijk alleen maar meer problemen met je spelers dan dat je uh, had gehad wanneer je het niet had doorgevoerd toen de tijd. Ja, dat klopt wel inderdaad. Maar het blijft iets waar veel spelers blij van worden. Nee, dus, ja, ja, dat klopt. Maar ik was niet ja. minder gaan spelen als ze hem uh, niet hadden verhoogd. Ik zou nee, misschien wel minder waar. spelen als ze hem nu hadden verlaagd. Dus, dus dat is een ja, beetje en, ding. Daar ben ik het mee eens. Ja, dat was bij mij ook, ook het geval geweest. Wel, ik zou misschien ook iets minder ge gespeeld hebben als ze het niet hadden verhoogd. Um, hmm. Simpelweg omdat ik uh, ben verhuisd natuurlijk. En destijds uh, kon ik een hele mooie ronde lopen en een paar aantal gyms pakken. En nu. Zou ik dan voor één gym uh, ja, best een stukje moeten gaan lopen. En, yeah. Dus het zou kunnen dat dat evengoed wel invloed had, had gehad. Ja, ja. ja. Maar goed. Go um, genoeg daarover. Daar hebben we dan misschien dus nog later een kalosse podcast over. Um, ik verwacht overigens niet zoveel vuurwerk, maar we gaan het zien. Nou. Uh, en anders bespreken we dit natuurlijk wel in de podcast van 21 september. Um, daar mogen jullie van, uh, van uitgaan. Go Battle Night hebben we het straks denk ik wel even over. Net zoals alle Go Battle League Seizoen 9 details, die natuurlijk ondertussen gestart is. Ja, ik denk dat dat handig is om inderdaad even in het PvP-stuk uh, te doen. Ja, er was ook veel gewoon Pokémon-nieuws, zie ik. Dus dat kunnen we uh, ook uh, straks gaan bespreken. Um, en dan zie ik nu een nieuwtje over het Season of Mischief. En uh, dat is het nieuwe seizoen, wat morgenochtend om tien uur van start gaat. Uh, en dat blijft dan weer drie maanden lang. Nou, die seizoenen, zo groot als ze dat aankondigden, zo groot vond ik het toch tot nu toe niet. Ik vind het eigenlijk vooral vervelend dat bepaalde Pokémon niet meer voorkomen. Helemaal mee eens. En, hoe heet het? Uh, ik ik uh, vond het in het eerste seizoen al wel leuk dat we toewerkten naar de Go! Tour Kanto. Uh, maar ik heb de afgelopen twee seizoenen ook niet het gevoel gehad dat er zoiets was. Dus... Ja, om nou te zeggen dat, dat het echt van toegevoegde waarde is, uh, het is nieuws en jullie willen het lezen, dus ik vind het fijn voor MWTV. maar daar houdt mijn uh, ja, blijheid ook een beetje op. Wat ik wel uh, benieuwd naar ben, want we gaan nu dus Season of, Mis of Mischief in en daar gaat Hoepa een grote rol spelen. Ga nou eens op joh. Hoezo? Mischief. Mischief? <laughs> Mischief. Mischief. Dus ga, zo zie ik het ook, echt? nee, ik snap ik, want er staat inderdaad wel ook chief als in, yeah. opperhoofd of zo, maar het is mischief mischief, oh ja, ja, dat is goed dat je dat zegt ja, vandaar ik, eh, ik hoop dat ik dat over drie weken ook <laughs> nog weet ja maar, maar, het, is, uh, het is er ook echt wel eentje die ik uh, meerdere keren vergeten ben hoor, dus het is heel hmm. logisch nou, in ieder geval dat seizoen dus wat op mijn hoepel draait, dat vind ik dan wel leuk. Ik vind het ook echt leuk wat ze doen met een verhaal en, en volgens mij hebben ze nog nooit het team Rocket hebben ze team Co Rocket hebben ze toen een sterk verhaal, of sterk, hebben een verhaal meegebouwd. <laughs> sterk verhaal. Dat uh, was niet ja. zo sterk, maar het was een verhaal, was leuk en ze zijn dat ja, nu uh, eens. nu ook weer aan het doen. En um, ja, ik denk dat daar vooral de belangrijkste dingen zitten. Nou, daar Ja. ja? Ja, nou ja, goed, ik vind het season, net als wat jij uh, zegt, ik, ik vind het ook zwaar irritant dat ik bepaalde Pokémon niet meer kan vangen. Um, het, gewoon 0% kans om die tegen te komen, terwijl ik die ja. misschien juist wel weer wil voor Cobalt League bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Um, dus ja, dat, dat blijft een beetje jammer. Uh, in plaats van dat er juist meer variatie komt, uh, kom je een, een, een seizoen lang alleen maar dezelfde Pokémon tegen eigenlijk. Ja, dus ik vind dat niet echt een verbetering ten opzichte van vroeger. Nee, nee, daar ben ik met je eens. Nou, in datzelfde stuk werd ook het uh, Hoopas Arrival-event aangekondigd. Dat is het evenement wat niet slecht geplaatst had kunnen vinden voor mij, want dat is de dag dat ik in de auto zit onderweg naar uh, Spanje. Uh, maar ik ga waarschijnlijk, want het lijkt wel enigszins oké okay speelbaar te zijn, als ik bijvoorbeeld zeg ik stop om uh, iets voor twaalf ergens onderweg en ga een uh, half uurtje spelen of ik stop om twee uur of zo. Maar dat, dat dat lijkt wel goed te komen. Even korte details. Volgens mij is het gewoon een soort van incense day. Als ik het goed heb ja. gelezen. Zoiets schokkend ik uh, ook. Ja, ja, want daar lijkt het op met een Collection Challenge... waarbij je de uh, Hoopa Candy gaat krijgen... en de Pokeball Lift. Dat is een miljard de Pokeball Drop pose. Daar, daar zat mijn verwarring Je krijgt de Pokéball Lift pose. Mm. Um, je krijgt dubbele candy voor het transferen van Pokémon. Ja, dat doe ik toch wel tijdens Spotlight Hour. Gratis bundel met Instance in de shop. Uh, speciale Field Research Tasks... met Rare Candy en verschillende soorten Pokeballs. Um, en de... Uh, Hoopa Special Research gaat van start. Uh, en ik denk niet dat we die dag al Hoopa krijgen, want het is een 16-delige Special Research. En als ik het goed gelezen heb in de aankondiging, gaan we eigenlijk gedurende het seizoen stappen kunnen zetten in die Special Research. Dus het kan zijn dat die even verdwijnt en weer terugkomt, maar het kan ook zijn dat je een opdracht krijgt die je pas tijdens een bepaald evenement kunt doen. Dus bijvoorbeeld, uh, catch Pokémon uh, X en dat Pokémon X er helemaal niet zit. Ook niet in je stack, waarschijnlijk maar alleen maar tijdens het event. Ja, precies. Ja, mogelijk. Ja, ik ben, ben heel benieuwd ernaar. Uh, ik ben het ook met je eens dat ik. gok dat we inderdaad niet uh, meteen dag één uh, hoepa kunnen fixen. Nee. En dat is prima hoor. En ik sowieso, uh, special researches die niet, of elke research die niet timed is, daar doe ik altijd echt super lang over. Gewoon, omdat ik, ik heb geen haast. Dus ik uh, nee. ja, ben benieuwd uh, wanneer ik hem ooit ook heb. <laughs> Ja, dat, uh, dat ben ik met je eens. Dus ik zal hem wel sneller hebben. Maar ik, ik um, hoef die ook niet super snel te doen. Dus, uh, nee, dus dat is wel dat. leuk. Dat is Hoepas Arrival Event. Nou, daaraan verbonden waren ook alle onthullingen natuurlijk voor de, uh, voor de komende maand. Even heel snel doornemen, denk ik. Zijn die ditto? Ja, inderdaad. daar is hij weer. <laughs> ja, en nu echt voor iedereen. Ja, klopt inderdaad. Ja, um, ik vind het wel cool wat ik wel. Ja, toch enigszins tricky vindt... is dat als je een shiny Pokémon tegenkomt... Uh, dat dat wel ditto kan zijn... maar dan niet shiny. Dat vind ik wel tricky. Nee. Ja? Nee, een shiny Pokémon kan nooit een ditto zijn. Straks wel? Nee. Oh, ik las van wel. Nee. <laughs> Ze hebben het nu zo uh, gemaakt bij Niantic... dat als je bijvoorbeeld Drowsy... en die zou een ditto kunnen zijn... shiny voor je krijgt... wordt dat nooit een ditto. Oh! Okay. Een gele drowse kan het wel een shiny ditto worden. Ja, Oké. Okay. Nou, ik ga eens even zoeken. Want ik, uh, ik vond juist het tegenovergestelde. Maar, nou ja, goed. Ik ga wel even zoeken. Ja, dat doe we maar even. Um, die komt dus ook uit de Research Breakthrough. Natuurlijk niet per se shiny. Uh, Sterker nog, die kans zal wel weer klein zijn. Maar wel ditto uit de Research Breakthrough. Ook fijn voor veel mensen die bijvoorbeeld nog op een uh, ditto Quest hangen. Want die, uh, daar hoor ik regelmatig mensen over. Uh, nieuwe evenementen in september zijn even kijken naar nou het eendaagse evenement van Hoopa dan dus Psychic Spectacular, Het draait dus om Psychic Pokémon van 8 tot 13 september. En ja, ik hoop Week... voor, vooral op veel Wobbuffet, uh, dat, uh, dat zou ik wel fantastisch vinden voor de Great League. <laughs> ja precies, en um, even kijken. Fashion Week komt ook van 21 september tot en met 28 september. Dat was waar we vorig jaar Shinx en Keerlea en zo met een hoedje kregen. Dus uh, was op zich wel grappig. Uh, weer shinies die ik niet krijg met een kostuum. Ik denk dat dat het vooral wordt. Want die zullen wel weer exclusief in raid zitten. Ja, en eieren weer licht. Misschien, ja. ja. Kijken, hoe heb ik genoeg? Nieuwe raidbosses: uh, zowel legendary als mega. Een mega Slowbro en Mega home Doom. Daarnaast komt dus uh, Lugia uh, weer terug in race. Dat iedereen zegt van, waarom? Uh, die willen we echt niet meer. Dat was natuurlijk ook een van de eerste raidboss ooit. Toch komt hij in ieder geval met Aeroblast. Wat een goede aanval is voor, uh, voor Lugia. Ja, uh, de beste voor is, Lugia zelfs. De, ik heb echt wel vaak mijn gemakste Lugia met Aeroblast ook gebruikt. Tegen Heracross bijvoorbeeld. Dus, uh, want daar was hij bijvoorbeeld wel uh, goed tegen. Je kwam Heracross tegen in Master League. Nee, uh, in Raids. Oh, oh, wacht, in Raids. Oh, vandaag. <laughs> Oké, okay, never mind. Ja. ja. Uh, en daarnaast komen, uh, uh, komt het Lake Trio. Uh, Mesprit, Juxi en Zelf komen uh, vanaf 14 september in Raids. En die kunnen dan ook nog Shiny zijn, waarvan Mesprit alleen hier komt. En Juxi en Zelf in hun eigen regio's komen. Uh, ja. Dus dat wordt, uh, voor de mensen die ze willen, en ja, daar ben ik er wel een van, uh, wordt dat veel uh, op Poker Raid, en uh, Poker Genie en, en vergelijkbare uh, remote raid apps uh, zitten. Ja, ik ben daar wel heel benieuwd naar. Ik heb uh, zelf um, um, Zelf ga ik absoluut geen remote passen op uh, Mesprit gooien, maar wel, uh, wel op uh, zelf en Juxie. Ja, en precies, Mesprit dat... doe ik echt alleen met groene en oranje pasjes. Dat is ook een beetje mijn idee, dat we dan inderdaad, misschien met, uh, met rate Hour hier met vrienden afspelen. Uh, afspelen, afspreken en dan rond gaan rijden, inderdaad. Dus heb je het ja. van ditto gevonden ondertussen? Nee, ik ben aan het zoeken nog steeds. Nou, oh, oké. Okay. Ik kan uh, ik kan wel even voor je kijken, want volgens mij. Ja, maar ik op... vond het gewoon op uh, de Reddit van Silver dus ja. Ja, dat snap ik. Maar het heeft wel op meerdere websites gestaan. Ja, deze. Oh, ik hey, kijk. Op Pokémon Go Hub. How does Shiny Ditto work in Pokémon Go? Even kijken. If you encounter a shiny of any of Ditto's current potential disguises, it cannot transform into Ditto. Dus dat is wat ik net zei. Hè? Dus als je Ja, een van de klopt, inderdaad. Shinies waar Ditto, uh, die ook Ditto kan zijn, tegenkomt, kan het geen Ditto worden. If you encounter any of these Pokémon in their non-shiny form, kan het wel een Ditto zijn. Dus als hij niet shiny is, kan het natuurlijk een Ditto zijn. Um, en als je een van deze Pokémon in, de, in zijn niet shiny vorm tegenkomt, kan het ook een shiny Ditto zijn. Ja, nou ja, dat zal dan prima zijn. Ja, dus dat maakt het een stuk beter voor je hart, denk ik. Ja, want het wel... is gewoon... Ja, kijk, als je bijvoorbeeld... Stel je voor, je hebt heel veel Drowsy al. En dan kom je een Shiny tegen, dan is het minder erg. Maar ja, ja het zal maar net een Pokémon zijn die je nog moet. Ja, dat snap ik. Ja, volgens mij heb ik bijna alles van die groep als Shiny, maar toch. Hmm. Uh, dan de Spotlight Hours. Nou, daar kunnen we beter over ophouden, denk ik. Hè? Met Spoink... Ja, alweer skinny. Spoink ook echt. Alweer Spoink ja. En dan Miauwt. En dan Lolumiaout is dan. Uh, die heeft een. Uh, Stardust bonus, dus die is dan nog wel leuk. Ja, en... die is extra, extra leuk natuurlijk. Want Miauwt op zichzelf geeft al veel Stardust. Ja, nee, en nog... nee. De bonus is dan dubbele candy. Uh, ik bedoel. Oh. Miauwt geeft de Stardust bonus, zo bedoel ik oh. het. Oké, okay. nou hij is even goed leuk. En hij is ook leuk voor XO Candy hoor. Want Berserker. Ja, voor uh, Go Battle League. En uh, Spoink heeft de startersbonus, dus ja, nou ja, ik ga wel weer spelen, stomme Spoink. Ja, ik ben dan een Dat Spanien, ding is ook dus... gewoon niet nuttig, dus ja, nee. oh jeetje wat erg voor je, dan moet je die missen. Nou weet ik kan ook gewoon daar een rondje lopen hoor. Ja, dat kan inderdaad, maar stel je voor hè dat je dan iets leukers te doen hebt, dan vet balen. Ja, ik zal vast iets leukers te doen hebben denk ik, zoals nee, eten wel... of zo gewoon. Nou bijvoorbeeld lekker. ja. Even kijken, en dan nog een Quality of Life update, die helpt bij de keuze tijdens de evolutie. Dus je... maar ik hoop niet dat dat standaard is, want dan gaat je Mass Evolve sessie een beetje kapot, maar uh, je krijgt nu als je gaat evolueren, uh, krijg je een soort van preview te zien met wat het wordt, voor welke cups die nog uh, uh, geschikt is en dat soort dingen. Oh, dat is wel cool. Ja, behalve als je dus wil massief dat doe ik niet. Hè? Dus voor mij is het prima. Nee, precies. Heb je dat niet gezien? Ja. Ik, ik heb er nee. ook een af, afbeelding bij staan. Dus ik zal even jouw artikeltje van M2 wat zappen. <laughs> nee, die heb ik inderdaad niet gezien. Ik heb ah, hem nu in WhatsApp gezet. Oké, okay. eens dus even kijken. Hmm. Ja, dit klinkt als een clickbait-titel. Uh, ja, wel hè. Nieuwe Pokémon Go Quality of Life update. helpen keuzes <laughs> tijdens de evolutie. Nou ah, ja, maar dat is wel cool. Dat ja. vind ik echt wel heel praktisch, dat ik weet wanneer ik hem... Uh, want dan kan ik bijvoorbeeld ook de basis-Pokémon uh, poweren alvast. Um, stel je voor, Oshawott Community Day komt eraan. Stel je mm -hmm. voor hè, dat dat gebeurt. Um, ja, die en hebben we ik... vorige week al besproken, dus dat weten mensen al. <laughs> ja, precies. En ik uh, heb een uh, power-up quest. Dan kan ik hem poweren totdat hij um, nou ja, goed genoeg is voor Ultra League bijvoorbeeld. En dan kan ik hem tijdens Community Day pas evalueren. Dus dat is best wel tof. Ja. ja, vind ik nice. Ja, nou, ik ja. ook hoor. Dus uh, dat is vet. Uh, en het laatste nieuws van die avond was dat uh, mensen die uh, Shiny en Noen uh, geprobeerd te vangen hebben op 3 en 4 augustus en hem niet kregen, hebben allemaal ter compensatie een box gekregen. Behalve wat rende mensen zoals Dennis. Ja. Yeah. Uh, <laughs> maar die konden dan weer via Niantic Support alsnog die uh, box ja, een soort van toegevoegd krijgen. En er zaten drie remote passen in: een Starpiece en een Lucky Egg. En uh, die kreeg je ook, want ik had al drie remote rate gehad... als je al een compensatie had gehad. Dus... Ja, nee, klopt inderdaad. Ja, want ik had inderdaad ter compensatie al één remote rate, rate pass teruggekregen. En inderdaad, toen ik Support een berichtje stuurde... toen zeiden ze iets in de trant van... oh ja, we zien inderdaad dat je een rate hebt gedaan. Hier heb je ja. alsnog de producten. Dus ik heb nu zes ja. remote rate op mijn account. Wat ergens heel cool is... Maar ergens ook weer vervelend, want ik kan nu de, week de Weekly, de weekly Box kan ik niet claimen, inderdaad. Nee, dat heb ik ook, inderdaad. Even kijken, dan werd ook nog bekend, en, en daar zat wat speculatie achter natuurlijk ook, dat Giovanni uh, in ieder geval voorlopig even verdwijnt uit Pokémon Go, want die ging zich beraden of iets dergelijks. Nou, wat daar dan mogelijk aan de hand is, we krijgen natuurlijk Lugia, uh, de toste Shadow, uh, en volgens mij ook originele Shadow zelfs, uh, is, is Lugia. Uh, uh. Ja, als in er is een um, Shadow Pokémon uh, Shadow versie van Lugia, die niet de Shadow versies zijn die in de in game zitten. Nee. Uh, bij Mewtwo ook, overigens, maar die komt dan weer uit Pokken Tournament. Hm. En een Shadow Lugia is um, ja, het boegbeeld van Pokémon uh, XD Gale of Darkness. Ja. ja, ik heb in het artikeltje bij ons ook een filmpje gezet, wat ook begint op het moment dat hij komt aanvliegen. Ziet ja, er echt heel precies. tof uh, uit. Ja. Inderdaad, dus het was overigens niet de eerste uh, uh, Shadow Pokémon die bekend was hoor, want het is het tweede okay. deel uh, waar nee. de Shadow Pokémon zaten, Pokémon Colosseum was de eerste. Oké, okay, dat wist ik dan weer niet. Dan was er Wayfarer nieuws, wat natuurlijk ook wel deels Pokémon go gerelateerd is, dus even snel daardoor heen. Uh, er komen een aantal updates, nieuwe Wayfarer Challenge die om Brazilië zal draaien, ben heel benieuwd naar, dat ga ik wel weer meedoen. Uh, mensen die nieuw zijn op de website krijgen een betere introductie. En nieuwe gebruikers moeten een examen gaan doen om te mogen, uh, aan te mogen vragen, uh, maar ook uh, om te gaan keuren. Dus ik geloof mensen die na eind september voor het eerst in het spel uh, of in Wayfair komen en uh, hun level halen voor Pokémon Go om Pokéstops aan te gaan vragen, die moeten eerst een examen doen. Hm. Ja, nou ja, het zal ongeveer hetzelfde zijn als wanneer je wil keuren. Dan krijg je natuurlijk ook eerst een examen dat je moet doen. Ja, ja dat wordt uh. nu hetzelfde examen. Oh, oké, okay, het is gewoon hetzelfde examen. Ja, alleen wordt het, niet, het wordt een veel beter examen dan dat het was. Maar voor zowel keuren als voor uh, aanvragen doe je hetzelfde examen. Ja, precies, ja, op die manier. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, ik vind het ergens alleen maar goed hoor, want af en toe wordt er echt prut aangevraagd. Uh, en andere keren worden er wel goede dingen aangevraagd en die worden dan weer afgekeurd voor prutredenen. Maar goed. Ja. Even kijken, dan worden de mailtjes verduidelijkt, de nominatiepagina krijgt de naam nou Contributions en daar uh, kun je straks ook in beroep gaan tegen afgekeurde aanvragen. Die afgekeurde aanvragen worden overigens door Niantic zelf uh, bekeken, uh, begreep ik nu. Uh, ze zullen wel extra streng controleren, maar dat is in ieder geval wel goed nieuws dat Niantic zelf in ieder geval ook gaat kijken. Ja, ik ben benieuwd. Uh, ik hoop stiekem dat ze daar dan gewoon een stagiair op zetten. Ja, die gewoon, is goed, is goed. Ja, is goed. het is prima. Anders is gaan prima. mensen toch niet in bezwaar wanneer, uh, wanneer het niet goed genoeg is. Uh, even kijken, je kunt op die contributions pagina ook je aangevraagde, aangevraagde edits en contributions bekijken. Um, en de status daarvan volgen. Uh, ja, dat was het voor Wayfair. Even kijken, dit was allemaal een beetje veel nieuws. Ja, dan was gisteren natuurlijk um, een extra... Um, hoe heet het? De beloningen van de Go Battle League. Ik kreeg, ik kreeg oh, even... Ik dacht, dat je, ik dacht dat je wilde zeggen: extra Zamazenta Spotlight. Raidhour. Ja, ook. Ja. Oké. Okay. <laughs> maar dat staat in mijn nieuws. Uh, oh, dit nee, staat er wel onder. Denk ik. ik Zit het helemaal niet samen. Staat dat wel weer? Nou ja, oh, ja gisteren nee, was in ieder geval extra Zamazenta Raidhour. Ja, maar dat ben ik ook vergeten. Want te, toen oh. ik dacht ik: van, oh ja. Maar ja, ik heb dat ding al. Ik hoef er maar één. Ja, ik heb er twee of drie. Ja, ik heb er drie of zo. Maar en ik heb er nul keer voor geraid. Dus dat is wel mooi. Ja, oh, je hebt hem uit de Go Battle League. <laughs> ja. Uh, ja, ik heb er drie uit de Go Battle League. <laughs> Top. Nice. Nee, maar de, 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 de rankingbeloningen. Uh, ik kreeg 165.000 stars, starters. Dat was in een minuutje of twee ook weer op trouwens. Maar, uh, oh, was die dingen aan het de... poweren? Ik uh, ben bezig met mijn Umbreon om die uh, naar ah. uh, Max te brengen. Cool. Je yeah, dus. Ultra League Umbreon. Ja, dus dat was eigenlijk uh, in een paar klikjes weer op. En even kijken, dan was er vandaag dinsdag ja, nog wat nieuws. Uh, er verandert niks om te groeien in de Go Battle League dit seizoen. Dat was enigszins verrassend. Um, even ja. kijken dat de Hoepa Special Research 16 stappen krijgt. Dat, daar hebben we het net natuurlijk over gehad. Dennis reageerde nog heel leuk over surprise bonussen. Wil je daar nog iets over vertellen, Dennis? <laughs> ja, nou ja, ze, ze willen een, leuk, een leuke surprise natuurlijk uh, hebben. Dus ik, ik stelde voor een meer Go Battle League lag dan ooit. Verrassing! Nee. Ja, het is wel een verrassing. Ik bedoel, ze hebben niet gezegd dat het leuke verrassingen waren, toch? Nee, het was gedatamineerd. Dus dat staat wel. Aan... Ja, ik zeg wel dat het een verrassing is, maar is het echt een verrassing? Nee, nee ook niet, hè? Hmm. Nee, En wat ik heel interessant vond, dat, dat had ik gemist in eerste instantie bij de aankondiging van het nieuwe seizoen waar we het zo meteen nog over gaan hebben. Maar is dat ze zeggen dat je ranking belangrijker dan ooit is. Ja, precies. En ik heb zelf het idee dat ze ja, toch iets meer willen gaan doen met Go Battle League als ze dit soort dingen gaan zeggen. En misschien wel dat als je echt een hoge ranking hebt, dat je dan ja, weet ik veel, een of ander exclusief toernooi. Mee mag doen of zo. Of... Ja, ze hebben, dat zoiets... heb ik nog niet eens aan gedacht. Maar het is wel een goede ja. Ze hebben Copeliek natuurlijk ook, of tenminste, Pokémon ook toegevoegd aan hun competitieve spellen die op WK's en dergelijke van Pokémon in het algemeen gebruikt gaan worden. Dus misschien dat dit ook als ranking gebruikt wordt. En dat er vanaf dit seizoen je ranking ieder seizoen mee wordt genomen, in ieder geval in een soort van algemene ranking of zo. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik. Uh, ik, ik ja. Ik denk dat het dat er zoiets achter zit. Uh, er waren al best wel veel mensen die waren boos. Want die hadden zoiets van ja, oh, maar ik wil helemaal geen copatholiek spelen. Ja, ja, en ik had zoiets van ja, maar ja, volgens mij, als je dit niet speelt, dan boeit het ook niet, denk ik. Want ik ga er echt nee. vanuit dat het iets is wat daadwerkelijk ook voor de mensen die al spelen um, belangrijk is. Maar goed, ja, dat denk ik inderdaad ook. Er is echt maar één ding in de Go Battle League, wat je niet kunt krijgen als je Go Battle League niet speelt. En dat is Pikachu Libre. Ja. En uh, hoe heet het uh, daarvoor? Uh, die heb ik dan natuurlijk één, omdat ik uh, toen dat ene korte seizoentje uh, rang 10 ben geworden. Uh, en verder heb ik er geen, nee goed, dat is prima, dat, dat is het volgens mij, en wat poses en zo natuurlijk. Ja, maar. nou ja, je, doet, je, echt, je wuift het weg alsof het niks is, want ja, exclusieve is voor... poses en exclusieve kleding. Nee, ik weet dat het voor jou echt een hm. ding is, maar dat is voor heel veel mensen niet, Pokémon is wat anders dan poses en kleding. Ja, nee, dat snap ik hoor, daar ben ik het mee eens, maar het zijn wel ja, de dingen waarvoor ik... Uh, heel graag legend wil halen elk seizoen, omdat het toch iets exclusiefs is. Ondanks ja, dat het niet zo heel veel hey, waard is. Ik was ook heel blij met mijn handschoenen hè? afgelopen seizoen, laat ik dat niet, uh, <laughs> ja, niet ontkennen. Dus, uh, ik. En ik ga dit seizoen ook zeker wel weer proberen om uh, in ieder geval ace te worden. Dus, uh, mm -hmm. Maar goed, ja. daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja, over precies. Sorry, ja, het is Koop ja, niet uit. Meteen enthousiast. Ja, ik heb het door... dat is uh, goed nieuws, maar dat horen we zo wel. <laughs> en um, ja, We eindigen weer met Spotlight Tower. Dus ja ja nee die spotlight towers die hebben we allemaal net, uh, net besproken natuurlijk nee ja woeloo was het dan nog als laatste nieuwtje bedoelde ik oh oké okay, ja sorry ik dacht dat je het over de nieuwe had maar die hebben we al besproken maar... no. oké okay, ja ja. Um, dus, ja er komt nog wat algemeen Pokémon nieuws Kobe gaan we het zo nog over hebben maar ik denk eerst tijd voor een muziekje ja ik denk het ook wel een hele geinige Ja, wij hielden net een pauze. Dat is een mooi bruggetje. Dat hebben jullie natuurlijk niet gehoord. Maar dit was het pauzemuziekje uit Pokémon Channel. Ja, precies, inderdaad. En jij reageerde heel enthousiast toen ik deze voorstelde. Mijn gedachte was vooral: ik ben gewoon gaan googelen op, op Of gaan zoeken op YouTube, moet ik zeggen. Alhoewel, YouTube ook van Google is, maar goed. Uh, op uh, Pokémon pauzemuziek. En toen kwam ik onder andere de, oe, deze tegen. En die vond ik in ieder geval wel leuk. En wij gaan natuurlijk een, een pauze van, van twee weken uh, tegemoet. Daarover zometeen, uh, aan het einde van dit item nog meer. Maar ja. Pokémon Channel klonk mij wel bekend, maar hij hield het wel een beetje op. En jij was gelijk heel enthousiast. Ja, uh, ja. Pokémon Channel is echt geen goede game. Het is niet eens okay. echt een game. Maar ik heb hem wel gespeeld. Uh, het is een Gamecube spel. En uh, het muziekje wat, wat jullie zojuist hebben gehoord. Uh, daarom even kort mijn mening. Ik vind hem geinig. Maar niet bijzonder. En hij loopt veel te veel om echt leuk te zijn. Nee, het maar het goed. is vooral van zet zo snel mogelijk je pauze weer uit. Want anders blijf je de muziekje twintig keer op. Ja nou inderdaad. Het uh, is dus dat zeker waar. Um, maar ik vond het vooral inderdaad leuk. Omdat het van Pokémon Channel kwam. Uh, een spelletje waarin je uh, ja, Pikachu enigszins begeleidt. Um, met bepaalde activiteiten. Maar over, over het algemeen gaat het erom dat je Pikachu TV laat kijken. En er zijn er verschillende kanalen, zoals een Smoochum Fitness Kanaal. Um, een een Wobbufet Nieuwskanaal. Uh, en een Squirtle Shopping Channel. Hmm. En ja, je kunt dingetjes kopen voor in je in de slaapkamer. Waar Pikachu dus ook rond hobbelt. Um, en er zijn een paar minigames die hier en daar in zitten. En het. Het beste wat je kunt verzamelen in het hele spel zijn clips van uh, een, short, um, een, short, een short film uh, over de uh, Pichu Brothers. Die zit geloof ik ook bij een van de dvd's van de, een van de eerste films. Niet de allereerste sowieso, maar ik geloof bij de tweede of bij de derde. Um, maar ja, goed, die, die videobeelden die kun je verzamelen in het spel door bepaalde taken te doen. En dan heb je dus een korte tekenfilm die je echt kunt kijken via je GameCube en dat was destijds best wel cool. Ik bedoel, er waren al even goed al wel DVDs natuurlijk, maar op je GameCube kon je geen DVD afspelen, dus dit nee, was. Nee, die had alleen mini, uh, mini cd'tjes. Ja, mini cd'tjes, ja. ja. Dus dit was wel geinig. Uh, maar het is, het spel is een beetje zoals het muziekje. Het, het is wel grappig, maar heel kort. Ja, precies. Oké. Okay. Nou ja, goed. Het was vooral het idee van pauze muziekje. Uh, ik, vind het, ik, ik sluit me daar ook wel bij aan. Ik de, maar dit is ook dan weer een mooi moment om te vertellen. Wat gaan we dan de komende twee weken uh, toch doen? Uh, want daar zijn we uiteindelijk uh, hebben we toch. Uh, gaan we zorgen dat jullie in ieder geval twee keer een podcast kunnen luisteren. Uh, allereerst kunnen jullie volgende week dinsdag vanaf tien uur de pilot aflevering luisteren. Waaronder ik is... zelf ook, want ik, uh, <laughs> ja, ik ben benieuwd. Ja, en, en het leuke was, dat heb ik van de week tegen Dennis gezegd, er zit en een fout in, want ze stoppen ergens midden, in de, of ja, redelijk in het begin van de aflevering, omdat er iets met de audio helemaal niet goed was. Dat horen jullie natuurlijk ook echt gebeuren. Um, en ik zei na 43 minuten <laughs> van, dat die best wel lang was. Nou, dat weten we ondertussen dat dat uh, tegenwoordig helemaal niet meer zo is. Um, nee, dat vond ik wel, wel grappig. Nou, de rest van de pilot die helemaal niet zo heel erg afwijkt, maar, uh, opzet ook van wat we nu nog doen, uh, luisteren jullie dan terug. Maar de week daarna, hebben we een muziekspecial. die gaan we zo meteen al opnemen. Uh, want ja, nu ben ik natuurlijk nog in, uh, in Nederland. Dus Dennis en ik hebben vandaag muziekjes uitgewisseld. Wij doen allebei onze top 5 uh, Pokémon muziek. Die van Dennis is wat exotischer dan die van mij. Ik heb nog mijn be best gedaan om in ieder geval wat uh, aparte nummers, als in die je niet iedereen kent, ertussen te stoppen. Ik heb het idee dat het wel oké okay gelukt is. Ik ja, uh, dus, denk het uh, ook wel, inderdaad. Ja, nou, bij mij zijn het dan wel misschien exotische nummers, maar die hebben wel allemaal één centraal thema. Uh, ja, dat is waar. <laughs> maar ze waren ook wel allemaal leuk. En dat is niet eens het thema. Maar ik heb ze uiteraard allemaal geluisterd straks. En, uh, dus, dus die horen jullie de tweede week. Dat is dan dus uit mijn hoofd, 14 september. Uh, ja. Dan horen jullie een muziekpodcast vanaf 10 uur s avonds natuurlijk ook gewoon. Uh, dat zal de ja. kortste podcast zijn tot nu toe. Dat denk ik inderdaad ook. Korter dan de Pilot Daar doen we ook niet de intro en de outro bij. Uh, want ja, ik bedoel. Het is geen echte Meta-podcast ook natuurlijk. Ondanks dat hij wel die naam krijgt. Ja, dus. Uh, heet, misschien moeten we muziek. Uh, doen do do de Meluetta-podcast of zo? Of iets. In die, nee. uh... Ja, ik dacht eerder gewoon aan een Meta-Music-podcast meta of zo. Maar, oh, ja. ja, dat is ook goed. Maar ja, we hebben nog twee weken voor ons. meloetta podcast maar... is inderdaad ook gewoon wel een idee. Ja. <laughs> nou ja. Ja, <laughs> dus, dus dat krijgen jullie in ieder geval ook. Dus jullie hoeven ons. Ik kreeg al mailtjes dat jullie ons allemaal twee weken moesten missen. Dat valt wel mee. Uh, wij moeten eerder jullie missen dan jullie ons. Want jullie kunnen ons in ieder geval gewoon twee keer horen. Dus, uh... Ja, precies. Ja. Alleen die, die vragen die, die komen gewoon niet zo goed meer aan bij ons uh, in die twee weken. Nee, ja, je mag ze opsturen. Natuurlijk. Ja, weet je, ik weet in ieder geval dat ik er niet zoveel mee ga doen. Ik bedoel, ik ben nu al heel slecht in Dus wat dat betreft, uh, als, ik, als ik de podcast niet opneem, dan uh, negeer ik het helemaal. Ja, precies. Um, dan tijd voor uh, onze momenten van de week. Nou ben ik natuurlijk wel heel erg benieuwd, Dennis. <laughs> ja, nou, wat zou mijn moment van de week zijn? <laughs> heb je iets Snorleks? Nee. Oh, je Go nee. Battle League? Ja, uiteraard. Ja, joh, had je mijn pose niet gezien? <laughs> ja, oh nee, ik heb je nieuwste pose nog niet gezien. Nou, ik heb gewoon mijn oude pose weer teruggenomen. Die met de uh, Pokeball Drop. Die je dus al ja, had gezien. Ja, die heb ik wel gezien. Ja, ja. Met, met natuurlijk mijn gesponsorde... Samsung shirtje. Weer ja. super lelijk, maar ook weer heel met, mooi. Met dank aan de Go Battle Night? Uh, ja en nee. Want, uh, wat was nou het geval? Ik had de, de dag van de Go Battle Night had ik niet superveel tijd. Dus ik had zoiets van: nou, even snel maar uh, een paar setjes doen. Uh, want ik moest daarna naar de kapper. En volgens. Uh, zat ik bij een vriendin. En dat duurde allemaal veel langer dan ik had verwacht. Dus nou ja, ik had even van tevoren uh, één set gedaan. En uh, toen uh, heb ik die set 4-1 gescoord. Hmm. En toen kwam ik precies op uh, de magische rating van 3001 uit. En toen was ik er. Ik had zoiets van, oh, oh my god. En ik had daarvoor, uh, zat ik op de 3055 of zoiets weer. Alweer, want dat was de inmiddels nou achtde, negende keer dat ik boven de 3050 zat. Maar deze keer... Was het goed? Dus nog voor de Go Battle Night was ik legend. Um, en um, ja, toen uh, had ik zoiets. Van... Ja, precies. Het was echt uh, het, alle stress was ook in, in, meteen weg. Dus uh, uh, ik had ook zoiets van oh, mooi, dan kan ik mooi lekker uh, rustig aandoen. En ik heb bijna al mijn sets verloren van uh, tijdens de Go Battle Night Express natuurlijk. Ja. Uh, en een aantal setjes heb ik um, de uh, rewards uh, geclaimd van de. De, ...de eerste drie, oftewel de Pokémon. Um, en wat was verder nog bijzonder? Um, oh ja, dat ik... ...als ik een set verloor... ...dan kreeg ik evengoed meer dan... Uh, ...9500 dust. Hmm. Dus een hele set verliezen... ...en evengoed 9500 dust claimen. Nou, ik vond het fantastisch. En uh, ik heb tevens op die manier ook weer wat mensen... Uh, ...naar een hogere uh, ranking uh, geholpen. Ja, dat is um, ook fijn. Ja, dus dat is zeker ideaal... Um, Iedereen blij. En ik kon dus gisteravond met een stoppiezaan ook mooi 300.000 extra dust claimen. Dus dat was ook al uh, heerlijk. En daarmee ja. zit ik weer boven de 5 miljoen. Ja, ik, ik heb dus inderdaad heb nog steeds 5 miljoen. Maar dat is echt bij grens. Dus daarom... Hm. Ik zat toevallig echt op 5 miljoen en... 6000 of zo, dus daarom uh, heb ik mijn 160.000 uitgegeven. En toen was het weer op. Dus, uh, ja, precies. Um... Ja, ik zat op een gegeven moment op de 3 miljoen, maar ik ben dus weer opgeklommen naar 5 miljoen. Ja, lekker, lekker. Ik had uh, twee momentjes van de week. Allereerst uh, uh, dat ik een, um, een Pokémon-dag had afgelopen donderdag superleuk. Uh, ruim 130 kinderen die uh, voorbij kwamen. En die konden allerlei activiteiten doen. Ze konden ze buiten de, de, de Pokémon uh, Trading Card Game Battle Arena spelen. Dus dat uh, bordspel. Uh, die stonden daar echt iets van achter of zo. Dus ze konden 16 kinderen tegelijk. Um, en ze konden allemaal opdrachtjes doen. Was ook nog wel leuk, want ik kon nog een beetje indruk maken op die kindjes. Want die nee. hadden wie, <laughs> van die Wie is deze Pokémon kaartjes? Dus ik was ik had een, een gameactiviteit met de Switch en zo. En uh, ik was klaar op dat moment. Het was pauze dus het loopt naar buiten, daar waren ze nog bezig. Dus toen zegt die begeleider zo van... ja, hij is echt de Pokémon-kenner. Ik zei, oh ja, ik weet wel aardig wat. Ja, zo moet je maar mooi. proberen. Doe maar de moeilijkste, wie is deze Pokémon, uh, aan hem laten zien. Er waren alleen schaduwen, hè? Dus, uh, ja, ja. ja, waarom? Matt Kepp en Mettergros, die waren niet, helemaal niet zo moeilijk. <laughs> dus uh, die, die had ik allebei ook echt zonder nadenken, kon ik die zeggen. Dus uh, Super leuk. Ja, super grappig. Ja. Ze hadden niet eens een uh, Jigglypuff van bovenaf? Nee. Nou nee. oké, okay, yeah. nee. dat is echt een heel mooi anime momentje. Voor de, voor de luisteraars die hem kennen, die, die weten meteen waar ik het over heb. En nee. de andere luisteraars. Op een gegeven moment in de, in de tekenfilm, in de anime, um, zit Ash bij, uh, op een soort van Pokémon school. Samen met uh, Jesse James en um, nog een karakter. Um, en dan laten ze een schaduw zien van een ronde Pokémon. Dus ja, de ene die denkt. Oh ja, dat was het inderdaad. Ja, Ash die denkt, geloof ik, een Voltorb. Jesse denkt een Electrode. En James heeft zoiets van: het is een Pokeball. Maar ja. wat was het? Het is Jigglypuff van bovenaf. Ja. Dat is super mooi. Oh, nee, die hadden ze volgens mij niet. Maar dat soort opdrachten konden ze daar Pokeball gooien en zo. Dat was een doel met kaarten en dan echt van die pokeball knuffels die je kon gooien en zo. Dus dat was echt heel leuk gedaan. Ja, heel en cool. ik had daar dus uh, een, uh, een Gameactiviteit in. Dat was ja, één. Super leuk. En ik had een 100% Crazy Dose Lucky. Dus, uh, oh, nice. Dat is ja. wel echt heel tof. Ja, ja, dat snap ik wel. Dus daar was ik ook wel blij mee. Ja, begrijpelijk. Uh, ik had overigens, uh, die heb ik niet aan jou verteld, uh, tijdens het Vrijgezellenfeest um, van iemand die je goed kent. Uh, <laughs> had ik uh, een uh, shiny, uh, uh, shiny scroopy geplust. Die had ik al wel compleet, oh. maar het was even goed wel geinig natuurlijk. Ja. Ja. Dus uh, daar was ik best wel blij mee. En even kijken, wat was er nog meer? Ik had nog een shiny. Oh ja, en een Growlithe. Hmm. Dus hmm. dat is ook oké. Okay. Had ik ook al compleet hoor, maar ik, ik vind het wel mooi. Ik heb uh, twee shinies erbij zonder daar moeite voor te hoeven doen. En uh, ja. vandaag natuurlijk de shiny Galerium jouw ja, Daar was ik nog blijer mee natuurlijk, want die moest ik nog. Ja. Uh, dan denk ik dat we nu de winnaars van de pakjes van vorige week bekend gaan maken. Ja, dat lijkt me een goed idee. Hebben we ook nog even kijken, en dan moet ik het even goed zeggen, want ik, ik heb een beetje cryptisch naar jou omschreven wie hebben gewonnen. Uh, dus uh, als ik het goed heb, Tim, Tim van Soest, uh, dat ging over de, uh, die had de hele lange vraag, waarvan hij nog vroeg of dat wel goed was. Um, dus uh, jij mag onze mailtje sturen, Tim, met je adresgegevens, gewoon naar info.nwtv.nl. Uh, dan hadden we Ricardo. Ricardo had de uh, TCG-vraag. Trading Card Game vraag, inderdaad. Ja. Ja. Ja, en waar, uh, waar komen kaartjes beter terecht dan bij iemand die, uh, die daar al zoveel mee bezig is? Ja, absoluut. En dan is de laatste vraagomschrijving, die tweede van jou. Wat was die tweede van jou ook weer. <laughs> ja, dat, uh, die was van, van Stefan. Um, even kijken, wat, wat, wat had hij ook weer gevraagd? Ik ga hem even terugzoeken. Want ja, dat dus was ook al een leuke vraag toen. Ja. Um, Daarvan zei jij ook gelijk. Kijken. Dit is een leuke vraag. Uh, was, dat, was dat die? Was dat niet die lange? Lange nee, of, mij, of wel, oh. dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is het een lange vraag hoor. Ja, het zou uh, kunnen. Even kijken. Uh, hij zegt veel te veel. <laughs> um, oh ja, hier Oh ja, dat je, dat je moest kiezen, of nee, moest kiezen. Als je mo mocht kiezen tussen alle Shinies of elk seizoen Legend. Oh ja, die, Ja. Ja. Dat nou, ja. vond ik ook een leuke vraag. Maar leuke volgens, mij, vraag. volgens mij had ik het over die ander inderdaad. Uh, wat wat ja. betreft van, hé, hey, dat is een superleuke vraag. <laughs> jullie drie hebben dus gewonnen. Jullie mogen je gegevens doorsturen. En we hebben deze week nog weer drie pakjes. En om het voor Dennis een beetje goed te maken... Um, Evolving Skies ligt er hier beneden... één pakje nog op jou te wachten. No, dat is wel mooi. Ik heb <laughs> vandaag een... Um, Rainbow. Een v, oh. v, gar, nee, een Gabor V. Dus, uh, een, een wat? Hoe heet zijn ding? Um, een trubbische evolutie. Oh, Garbodor. Garbodor. Ja, van, uh, van Garbage en Odor. Ah, oh ja, dat heb je volgens mij vorige keer ook wel <laughs> Waarschijnlijk getaald, ja, maar... ooit, ja. Ja, maar die trok ik dus als V. Niet V ja, Rainbow. Ja, okay, cool. V. Nee, v. nee, precies. Nee, maar ja. wel cool. Ja, 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 nice. ja zeker blij mee. Um, even kijken, en dan de vragen van deze week. Want die zijn er dan toch ook weer genoeg binnengekomen. Sterker nog, ik kreeg... Uh, <laughs> Echt, s'nachts de, de nacht na de podcast. Dus misschien hebben mensen echt nog wel gewoon de podcast geluisterd. Waarschijnlijk, ja. <laughs> ik heb overigens twee vragen. Oké, okay, nee, helemaal goed. Ik heb er een stuk of acht, denk ik. Um, even kijken. De eerste vraag is van Ilona. Die kwam dus uh, ja, tien voor twaalf uh, nog binnen. Dus uh, vlak nadat we de vorige podcast live hadden gezet. Mijn zoons van acht en twaalf hadden nog wat leuke vragen. Als je uh, jezelf met een Pokémon moet vergelijken. Dus niet als je er één wil zijn, maar als je er met één moet vergelijken. Wie is dat dan? Oh, jeetje, Mina. Ja. Dat is weer wel even een vraag, opeens. Um, ja. Heb jij een idee? Welke jij. Uh... Nee, ik vind het wel. Uh... Huh. Ik, ik vond het toen al een moeilijke vraag. Wel een hele leuke vraag. Maar ja. wel een moeilijke vraag. Ja, ik vind hem heel lastig. Ik, 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 het, in ieder geval, welke Pokémon het dan ook is, uh, het zal een, een Pokémon moeten zijn die erg competitief is. Dus misschien ja. wel iets van een. van een een, Montien of een Prime Map of een Zengus. Prime Map is misschien dan nog wel beter, omdat die zo snel gefrustreerd raakt van dingen. Ja. En dan <laughs> komt de volgende vraag: vergelijk ook de ander met een Pokémon. En ik wilde jou met een Prime Map gaan vergelijken. Dus dat was dan <laughs> ja. inderdaad wel gelijk. Uh, die is wel spot-on, inderdaad. <laughs> ja. Maar ja, waar uh, vergelijk je mij dan mee? Ja, ik denk. Uh, toch een. Uh, een cyduk. <laughs> Waarom dat? Omdat je vaak hoofdpijn hebt. Nou, niet omdat je vaak hoofdpijn hebt, maar wel eens. Maar wel het ging, uns, mij, ja? ging mij er meer om um, dat, die, dat het echt een, een hele lieve, schattige Pokémon is, maar toch ook wel een beetje klunzig. Ja, da oké, okay, uh, dat klopt wel. Ik ben best wel lomp. Nou niet ja, zo dat, dat accepteer ik dan. Als je dat vindt, natuurlijk vind fijn om te horen. Maar uh, lomp ben ik zeker. Ja, dus dat uh, zou inderdaad ook. Ja, maar ik bedoel, Psyduck is wel echt een Pokémon die niemand kwaad doet. Bedoel ik daarmee. En ik nee. zie jou ook niet als iemand die ook maar iemand kwaad zou doen. Dus ik vind dat ja op dat op dat vlak ook wel passen. Ah, dankjewel. Fijn. Ja. Nou, mooi. En dan de laatste vraag. Als je een Pokémon zijn huis die mag kiezen, die hebben we natuurlijk al wel eens gehad. Uh, welke uh, werd dat dan? Ja, ik blijf bij Rotom, want dat is wel echt. Uh... <laughs> ja, die is super cool, inderdaad. Ja, ja ik, uh, ik, ik denk dat ik uh, voor. Uh, nog steeds. Waar, waarvoor ging ik doen? Champ of zo? Ging ik voor Houndoom? Of ja, Champ was alleen maar om te helpen, inderdaad. Maar ja, Houndoom of Lucario of zo. Maar ja, Houndoom denk ik gewoon nog steeds, omdat die ook me warm kan houden met dingen. Ja. Ah. Ah. Ja, yeah, zoiets. <laughs> ik weet het niet zo goed meer. <laughs> nou, dan heb ik. Uh, ik heb trouwens niet zes vragen op mijn mail, maar vier zie ik nu, dus dat uh, komt goed. Schreef veel vragen ja. uh, Oh, en de vragen waren van. Want ik zei wel van Ilona, maar die heeft een mail gestuurd, maar waren van haar zoontjes, hm. uh, Aaron en Mason. Dus okay, uh, cool. Ja, ja dankjewel. Ja. Dan krijg je dan een vraag van Ferdinand. In mijn 10 kilometer ijs had een Sendaal, maar binnen was op dat moment een. Krokorok met 69 candy toen het ei open had, had ik ineens 100 candy. Rara politiepet. hoe is dat mogelijk? <laughs> Rara politiepet, oké. Okay. En dat uh, kan, want je krijgt gewoon een random aantal candy uit een ja. ei. En volgens mij uit 10 kilometer ei kan het ook echt nog wel veel zijn. Ja, en uh, ja, mocht het toevallig uh, het dubbel uh, candy hatch event zijn, dan krijg je er helemaal veel natuurlijk. Maar ja... ja. Ja, dat, het is random, dus ja, soms krijg je ook 0 XL Candy bijvoorbeeld, want dat kan, heb ik gemerkt. En andere keren uh, een stuk of 5 of 7 of wat dan ook. Ja, en dit was dan gewone candy hè, dus de ja, enige dat is wel... Uh, ja, precies. Ja, dat is best veel, zeker. Even kijken, dan vraag 2. Is het jullie al opgevallen dat als je je buddy verandert, je cirkel leeg is als je hem naar de oorspronkelijke buddy terugzet? Ik snap de vraag niet helemaal, ik weet niet of Dennis hem snapt. Ja, ik gok dat uh, met cirkel dat er mee bedoeld wordt uh, het fotootje, zeg maar. Of nou ja, fotootje ja, bij het kopie okay. ziet van de, van de Pokémon. Maar ja. uh, nee, dat is me niet opgevallen. Maar ik heb daar zelf ook geen last van, voor zover ik weet. Ik verander mijn beurdi namelijk best wel vaak. Maar ik heb het niet gezien. Nee, ik verander hem inderdaad ook wel eens. Maar dat is me niet opgevallen. Maar gaan we opletten. Ja. Even kijken. Ja, het was wel iets anders uh, qua glitch waar ik last van heb. Waarvan ik niet weet of je daarvan hebt gehoord. Maar nee. uh, was je nu bij deze vraag klaar of niet? Ja. Oké, okay, dan ga ik even over mijn glitch. Um, ik krijg namelijk geen AR-quests meer. Oh, maar dat heb ik vandaag vaker gehoord. Dus ah. ik denk dat het in ieder geval vandaag iets is. Oké, okay, ja, want ik krijg één geen ar quests meer. En uit stops waar je wel een AR-quest uitkrijgt, krijg ik ook geen ja. normale quest meer. Dus ik kreeg okay. gewoon niks uit, omdat, omdat ik een AR-quest hoorde krijgen. Maar die kreeg ik niet, dus kreeg ik ook gewoon niks. Ja, nee, ik hoorde dat toevallig eerder vandaag iemand die dat aan mij vroeg. En toen was het bij mij nog niet bekend. Uh, en op Reddit zag ik natuurlijk nog niks. Maar ja, jij ziet het dus ook. Ja. Dus, uh, ja er is iets gaande. Oké. Okay. Ja, misschien dat daar ook een update uh, op komt. Hè? Dat, uh, dat gaan we zien. Yes. Dan een vraag van Tim. Tim die dus ook gewonnen heeft. Goedenavond Jeffrey en Deddix. Hij zegt het weer, maar hij gaat nu ook uitleggen hoe hij het weet. Oké. Okay. Fijn dat mijn vorige mail werd gewaardeerd. Goed om te horen. Nou, hij wist toen nog niet dat hij gewonnen had, maar dus ondertussen ook dat toch Tim. Uh, heeft Jeffrey ook een bijnaam? Dan vraagt hij. Nou ja, ik heb niet echt een bijnaam. Ik heb uh, ik had in het spel limpy en dat is echt iets van vroeger. Dat komt van Lim Biscuit, uh, waar ik uh, uh, altijd groot fan van ben geweest. Maar echt een nickname zoals Dennis, dat gebruikte niet. Tijdens Campstone, het evenement waar Dennis en ik naartoe gaan. En als we ons dan inschrijven op een evenement of op een uh, toernooi, dan schrijf ik me wel in gewoon met Limpie. Dus verre uh, ja. dus, wel. En dan, die van Dennis is door hemzelf in de vorige podcast besproken. Bij het oh. aanvragen van een stop heeft hij zijn bijnaam voor kort eraan gekoppeld, namelijk Dex. Oh, Zo we ja. dat ik het weet, mysterie opgelost. Ja. Jeetje, dat is waar ook. Marike <laughs> zei dus ook nog dat ze inderdaad het koppelde aan dit uh, dat jij toen met, uh, met de pokestop uh, had uh, gedaan. Dus, uh, ja, ja precies. Ja, wat grappig. Ja, Okay. Over stops gesproken. Ik heb er een vraag over. Hebben jullie tips voor het aanvragen van een stop? Die van mij worden vaak afgekeurd zonder relevante of goede reden. Moet ik ergens extra op letten qua foto of beschrijving? Nou, ik wil in ieder geval adviseren om van de Wayfair groep lid te worden. Die wij hebben op Facebook. Als je daar je aanvraag deelt, dan kunnen mensen daar heel veel advies geven over wat er niet goed is. Want het is nu heel moeilijk om je echt een tip te gaan geven. Wat je in ieder geval moet zorgen is, zorg echt dat er geen personen op staan, geen kentekens, dat de foto duidelijk is, dat goed in beeld is wat de, wat de Pokestop is. Uh, noem geen, poke, uh, of gebruik geen termen als Pokestop uh, of gym uh, of Pokémon in je aanvraag, uh, nergens, ja, want spelers keuren het pertinent af. Uh, of, ja, niet allemaal, maar wel een hoop. Ik zie dat echt wel vaak. Ik zit ook in een uh, groep, WVR-groep, waar vooral ingressers in zitten. Die zeggen ook iedere keer, nee, deze keur ik af, want die vragen ze om een Pokestop. Ondanks ja. dat die helemaal goed is, hè. Dus uh, ik gebruik uh, namen die in ieder geval duidelijk zijn, maar... Ja, je kunt wel een beetje de uh, grens opzoeken. Want waar Dennis dus een, een pokerstop met Dex heeft. heb ik hier in Veldhoven het nieuwe toch voetballenveld. En als je dat uh, afkort, staat daar NWTV. Dus uh, hoe heet het? Uh, zo, zo is het ook wel leuk. Dus, dus het is niet zo erg als je er eens een keer wat geks mee doet. Nee, precies. Maar als, uh, als je nog speelt echt... op de Sprookjesberg, oh. heb jij het er ook aan ja, 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 klopt, ja. <laughs> ja, dat is gewoon een speeltuintje. Maar die zit ja. op de, de Sprookjesberg. Sprookjesberg, is de, de straat toch? Ja, ja. ja, precies. Ja, dus Spelen op de Sprookjesberg is het geworden. Ja. Um, maar ik, uh, ik als tip zou ik willen geven, als je wel echt graag wil dat die doorgaat. Nou ja, dus geen gekke namen doen, maar ook uh, een historisch feitje erbij doen. Ik had bijvoorbeeld een, uh, een, een, een muurtegel uh, en daar, bij die muurtegel heb ik als beschrijving um, neergezet wanneer die muurtegel is geplaatst uh, en in welke straat en ja... Als je eventueel nog andere relevante informatie kunt vinden, zoals wie de artiest is, ja, dan is dat alleen nog maar beter natuurlijk. Ja. Um, dus ja, heb je historische informatie erbij staan, dan ja, is dat meestal veel waard. Ja, wordt het alleen maar beter. Ja. Um, even kijken. Dan nog een vraagje over feitjes gesproken. Een andere vraagje. Is het mogelijk dat Dennis wel vaker een Pokémon feitje erin gooit? Ik vind het erg leuk namelijk. Nou, die nemen we mee. Dat is misschien wel een leuke voor, voor het volgende voor seizoen. Ja, een, cool, uh, cool. Het uh, 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 hoeft ook maar een minuutje te duren, maar dat we een Pokémon feitje doen. Ja, precies. Uh, en dan heeft hij nog een puntje feedback over de vorige podcast. Uh, en die is voor mij, want het gaat over het volume van de muziek. Uh, hij schrok zich rot. Oh. Dat was veel harder dan jullie gesprek. Ik heb dat niet zo, ja, wel enigszins zo ervaren. Oh, lekker bezig. Ik, ik, zal, ik zal daar uh, nog een keer extra op letten in ieder geval. Uh, zeker oh. ook met de muziekpodcast die we hierna nou opnemen. Ja, um, zeker weten, heeft, ja. Maar ik geef wel aan, jullie podcast is inderdaad erg vooruit gegaan sinds het begin, zoals Jeffrey aangaf. Ga ze door en twee weken geen podcast maakt de volgende weer leuker. Nou, je krijgt dus wel twee weken podcast, maar dan anders. Ja, precies. Oh jeetje. Ja, dat is wel, uh, dat is wel een dingetje. Ik, ik kan me voorstellen dat je daarvan schrikt als het volume ineens al veel hoger is. Ja, zeker als de muziek uh, best wel uh, heftig is. Ja, en als je met oortjes in luistert, bijvoorbeeld. Ja, uh, bijvoorbeeld. <laughs> Even kijken dan. Een vraag van Jolanda: Hallo samen. Een vraagje voor de podcast. Regionale Pokémon zitten soms in speciale gebieden of landen. Maar je hoort vaak dat hij veel uh, verder buiten het gebied uitkomt. Hoe zit dat en waarom zijn ze nog te vangen buiten gebieden? Bijvoorbeeld dat je Klefki in België kan vangen, of soms zelfs in het zuiden van Nederland, terwijl het gebied in Frankrijk ligt. Het geldt ook voor sigiliv die je uh, in ver buiten zijn gebied nog uh, kunt vangen. Weet ik uit ervaring in verband met mijn vakantie. Uh, het is eigenlijk heel simpel: uh, de wereld is uh, in uh, vierkanten ingedeeld en dat noemen ze S-cellen. Je hebt van S1 tot en met S20 in ieder geval, wat er in, in Pokémon wordt gebruikt. En um, dat is voor uh, programmeurs als die van Pokémon Go, die kunnen niet de hele grens gebruiken. Uh, ja, dat zou wel kunnen, maar dat maakt het heel complex om zo uh, bepaalde gebieden uh, aan te geven. Dus heeft Neintel gezegd, bepaalde uh, S-grote cellen worden gebruikt voor een gebied waar zo'n Pokémon in kan spannen. En dan kan het dus zijn dat ze een groter type gebruiken, dus een lager getal, en dat die dus ook over België of Nederland valt. Nou, oh, perfect. Ik bedoel, ik had het uh, zelf zeker niet beter kunnen uitleggen dan jij. Ik zit redelijk goed in de materie hier. Uh, ja, bij precies. Itala, want dat is voor pokestop aanvragen, zo gebruiken ze die cellen dus ook. Uh, en daar nog als, als voorbeeld van: het is ook lang geweest dat ze bijvoorbeeld echt aan de grens met Duitsland, met toch wel een kilometer of twee, drie erover, ook al pokerstops konden aanvragen. Omdat ze het in Duitsland al een half jaar eerder mochten, bijvoorbeeld. Ja, precies. Even kijken. Dan naar Facebook. Daar had ik een vraag van Marieke. En Marieke zei, uh, even kijken, uh, volgens mij heeft Dennis in de vorige podcast gezegd dat hij Pokestop een bepaalde naam had gegeven, in de afgeleide van Dennis. Misschien wist die uh, vraagsteller het daardoor. Ja. <laughs> uh, oh, en ze heeft niet echt een vraag, maar ze zegt: wat een flipbeloning voor zo'n opdracht? En dan stuurt ze door: Earn 12 hearts with your buddy, catch 8 different species of Pokémon, and win a rate uh, under 60 seconds. Ik vond de... volgens mij waren het gewoon de nieuwe. Uh, ...Gatherer Shinies... ...die je kon krijgen. Oh ja, dat en, vond ik best goeie. En, en Snorlax. Ja, ik vond het inderdaad ook wel prima. Maar ja. de ja, Pokémon ik... aan zich is niet zo goed... ...maar het is een kans op een Shiny. Ja, dat is het meer, ja. inderdaad. Ja, en eventueel natuurlijk gewoon... Uh, de, ...de Galarian... Um, ...Stunfisk is natuurlijk ook gewoon heel goed in PvP... ...mocht je dat spelen. Ja, ja zeker. Oh, geen Shiny Shulk. Even kijken. Dan uh, heb ik nog via Instagram... ...een vraag gekregen... Of dat er één was. Uh, ja, deze. Uh, van Bobby. Bobby stuurt het beste, Jeffrey en Dennis. Weer eens een vraag voor de podcast. Maar eerst, wat is de vakantie jullie gegund? Maar wat jammer dat er dan geen podcast meer is. Nou, die is er dus wel. Uh, <laughs> ja. dus, dus dat is het goede nieuws. Wat, wat mooi om te horen dat, dat mensen dat ook wel echt... Uh, ja, daarna luisteren van... Oh ja, dus he, geen, geen podcast. Maar ja, nee, maar ja dat in de, veel goed nieuws inderdaad voor de, voor de luisteraars dan. Het is ook al 48 weken voor, uh, uh, achter elkaar dat we altijd op dinsdag opnemen. Dus uh, ja. het, is, het zal voor ons ook echt wennen zijn dat ik op dinsdagavond zit van... Oh ja, ik ga geen podcast opnemen. Nou, inderdaad, ja. Um, en dan... Uh, Zegt hij nog maar geniet ervan. Uh, dan nu mijn vraag. Stel dat alle gymleiders uit de originele games worden toegevoegd aan Pokémon Go in de vorm van Giovanni uh, van Team Go Rocket. Dus dat, je, uh, uh, dat hij niet bij Giovanni komt, maar dat hij net als Giovanni te verslaan is. Uh, welke gymleider zouden jullie dan absoluut willen verslaan en waarom dan juist deze gymleider? Ik ben benieuwd en nogmaals, geniet van jullie vakantie. Groet Bobby. Dat is eigenlijk vooral een vraag voor Dennis, want ik heb geen idee hoe al die gasten heten. Nee. Ik, ik ben gewoon fan van Misty en Brock, en daar houdt het redelijk op. Nou ja, dan heb, dan heb je toch wel een antwoord. Maar welke van de ja, twee zou je liever willen verslaan? Ja, Brock. Oké. Okay. Ja, um, ja ik, bij mij ligt het er totaal aan, uh, aan hoe, hoe en wat. Maar um, als ik moet kiezen, denk ik toch uh, Lieutenant Surge, dus ook mm -hmm. van Kanto. Omdat ja, dat is die hij, fighting, toch? Uh, nee, is um, uh, Electric. Die heeft een oh, rijdt ook uh, in de anime. Ik ken hem, want die, die heeft ook zo'n zo legerpakje aan. Ja, of... ja, ja, dat is een leger gele mannetje. Ja, precies. Ja, klopt. Ja, Je hebt exact, uh, exact inderdaad degene. Ja, en uh, waarom? Uh, nee, omdat Ten eerste is het best wel een karakter in de, in de anime ook. Um, maar ergens hoop ik dan ook dat zijn, zijn kleding en zijn pose uh, eventueel beschikbaar komt. Ik weet niet wat voor pose die heeft hoor. Maar uh, in ieder geval die legeroutfit. Uh, hm. Nou, ja, vind ik wel cool. En doctags, eventueel als accessoire. Als, als oh, ja. ja, grappig. Ja, nou ja, dat. Ja, leuk. Heb jij uh, nog vragen gehad, Dennis? Ja, ja, ja. Ik heb inderdaad een paar vragen gehad, maar ik ga eerst even terug naar een vraag die we uh, vorige week hebben gehad, die ik toen nog niet zo goed kon beantwoorden. Dat was die, of, of, of was twee weken terug? Nee, volgens mij over, vorige week. Of Oshawott. Osja, of die nuttig was voor PvP. Mm -hmm. um, daar heb ik enigszins onderzoek naar gedaan. Het is nog niet helemaal bekend hoe of wat, maar uh, het lijkt erop dat die um, wel nuttig kan worden voor Raid, de, hoe heet dat beest, um, Samurot. Ja. Uh, en vooral als je geen Kyogre hebt, want als je Kyogre hebt, houdt het alweer op. Maar als je geen Kyogre hebt, of je hebt niet genoeg Candy voor Kyogre, uh, dan heb je aan een level 50 Samurot uh, hetzelfde als aan een Kyogre van level 40. Dus het is iets... <laughs> Nee. Um, qua PvP is hij oké, okay, uh, maar ja, niet beter dan Swampert. En dat komt vooral omdat Swampert uh, Mudshot mod, uh, heeft als fast move. En daardoor heel snel bij die hydro cannon kan komen. En dat kan Samurot straks niet. Nee, precies. Um, dus vandaar, Samurot is oké, okay, maar niet heel goed. Dus uh, je kan er eventueel best zonder. Dat is tot nu toe bekend, hè. Dus dat kan, ja. kan natuurlijk nog veranderen. Uh, hij is wel beter dan een aantal andere starters, bijvoorbeeld. Dus weet je, als je de tijd hebt, vang er in ieder geval eentje voor Great League en Ultra League. Um, ja, eventueel voor Master League. Maar ja, ook daar geldt eigenlijk. Je wilt toch nog gebruiken. Dus, ja. Nee. Ja, dat. Uh, dus dat was de vraag waar ik even op terug was gekomen. Um, maar dan heb ik ook twee andere vragen. En de eerste is van Mark. Uh, die geeft ook wat feedback overigens. Uh, hey, uh, Denix en Jeffrey. Uh, wat een leuke podcast weer. Leuk stukje over overig Pokémon nieuws. Flink in een deuk gelegen door je opmerking over die hoedjes. Uh, ja, dat nieuwe content is elke Pokémon heeft een hoedje. Ja. Um, ik heb een vraag voor de podcast. Ik ben geen luisteraar van het eerste uur. Dus heb gemist wat het nou is met jou en die Nidoqueen. Die heb ik even gemist. Er werd toen wel een keer gezegd: luister maar terug om erachter te komen. Ben ik oh, er al niet meer toegekomen. gekomen? Ja, wij en die Nido Queen is. Het. <laughs> ja, dat klopt. Maar hoe zit dat dan? Ik hem dan hem niet Jeffrey, meer. nee, ik precies. heb hem niet meer. Sorry. <laughs> ja, want wat is er nou precies met die Nido Queen? Um, toen wij op vakantie waren in 2016 en het spel dus net uit was en je nog, um, waren er toen ook voetjes nog? Ja. Hè? Ja. Volgens mij, uh, die waren er toen uh, nog. Ja, want het spel was net een maand uit. En toen waren er voetjes in het spel. Dat op het moment dat jij uh, hoe dichterbij je kwam. hoe meer voetjes jij zag. Dus je zag één, twee of drie voetjes. Uh, en, en toen had je nog geen nearby bij Pokestops, dat soort dingen. Dat was er al Hoe min meer. minder voetjes, toch? Juist. Ja, was het minder voetjes? dacht juist minder. Ja, dacht het zou dat kunnen. Dat is zo lang geleden. Ja, dat dacht was ik ook. Maar... Ja, ik, ik geloof het gelijk. Um, maar dus, en dat was ergens in de middle of nowhere. Wij gingen toen van het terrein... naar de Jumbo. En uh, wij zagen ineens op onze bij die, die Nido Queen. Dus toen zijn we echt rondjes gaan rijden totdat we die hebben gevonden. En die hebben we ook gevonden, dus dat moment ben ik nooit vergeten. Maar ik heb hem op de een of andere manier ooit weggegooid. Ja. Ja, en ja. ik heb die Nido Queen bovendien Memories genoemd. Ja. Het was en heel bijzonder. En we waren toen ook nog eens met een groepje die Nido Queen vangen. Ja, dat is gewoon leuk. En ik heb die Memories destroyed bij de professor. Ja, inderdaad. Ja, je kreeg er wel een Kenny voor terug. Eh, hey, ja. Ja, dus ja. dat. Uh, en voor de rest uh, meldt hij nog uh, bedankt voor de tip van Greedent in de podcast. Want hij heeft een Greedent voor de Great League die hij gebruikt. En uh, daar gaat hij goed mee, zegt hij. Dus uh, hm. top. Uh, Greedent is overigens ook supergoed in Ultra League, blijkt. Uh, maar daar moet je wel uh, de volle XL Candy voor hebben. Uh, heb ik overigens ook van de week geregeld. Dat uh, vroeg ook uh, een aantal met jou geruild natuurlijk. Zodat ja. ik ik zou kennen kreeg. En voor de rest. Ja, daar kreeg handen, ik dan weer een 98 score uit. Ja, nou precies. Lucky. Ja. Ook geinig. Um, en dan de laatste vraag. Uh, komt van Stefan. Um, dus bij deze. Stefan had natuurlijk de vorige keer ook gewonnen. En uh, heeft nu nog een vraag. Uh, nog een vraag of onderwerp voor de podcast. In onze rate groepen zie je mensen die elke rate doen voor een mogelijke shiny. Die Pokémon zijn puur achter eggs en raids gezet. Zodat je er geld aan uit moet geven om ze te krijgen. Ja, ja. mee eens. Um, even kijken. Elke remote raid past kost zo'n 50 cent. De kans op een shiny is ongeveer 1 op 64. Dus de shiny kost zo'n 30 euro. En minimaal 64 keer 5 minuten. Plus organiseren is makkelijk een uur of 5 tot 10 per shiny. Ik heb besloten dat die shinies me niet meer boeien. Over een aantal jaar komen ze wel weer eens in het wild. Hoe zien jullie dit? Nou ja, eigenlijk zo. Met, met een paar uitzonderingen. Uitzondering is bijvoorbeeld een Timber. Wat een nuttige Pokémon is. Of eigenlijk zijn eindevolutie natuurlijk. Dus dan zou ik er wel voor gaan. Maar dat heeft meer te maken met het feit dat Timber nuttig is. Of Conkeldeur nuttig is. En, en, en verder ben ik het met je eens. Ik heb van uh, Mobile bijvoorbeeld en Epsilon. Uh, mijn shiny is niet gekregen uit raids, maar op andere manieren. Epsil heb ik uh, volgens mij allebei gehedged. Ik weet dat Dennis hm. dat niet doet, maar goed. Jawel, um, ik heb ook één Epsil gehedged. Oh, moet je nagaan. <laughs> en mijn heb ik toen op GoFest gevangen in Dortmund in 2019. Dus um, ik, ik ben het daar wel mee eens. Ik zou daar inderdaad uh, niet te veel aan uitgeven. Anders dan een keer een gratis pasje als er een, in de gym hier voor de deur uh, eentje zit. Ja, nou ja, precies, inderdaad. Dat uh, helemaal mee eens ook. En uh, Stefan is ook uh, zeer um, fan van, van de Go Battle League. Uh, speelt ook tot nu toe de afgelopen seizoenen elke keer op Legend. Hm. En uh, ja, ook richting, uh, richting leaderboard, voor zover ik weet. Um, dus ja, ook bij hem is het een beetje geshift van Shinies naar goede PvP-Pokémon. Nou ja, dat is bij mij ook een beetje gebeurd. Uh, ik maak ook uitzonderingen, net als Jeffrey, bijvoorbeeld de vorige keer met Heracross en met Kangaskhan. Ja, Heracross daar was heb, voor mij ook een uitzondering. Ja, ja daar heb ik wel veel raidpassjes voor uitgegeven, omdat die, uh, ja, die komen misschien ook ooit in het wild. En ook wel eens een keer met een evenement, waarschijnlijk zoals GoFest. Maar ja, um, ik had zoiets van, die wil ik gewoon wel hebben, omdat die regional is. Um, en voor de rest, zoals straks met uh, Azelf en Juxie. Daarmee ga ik hetzelfde doen, maar voor de rest. Zoals dit afgelopen evenement had je natuurlijk Stunfisk en uh, Ponita en um, uh, Miawf en zo. En ik heb al die shiny's heb ik allemaal eigenlijk zo goed als genegeerd. Ja. Uh, met hier en daar een keer een raid En ik heb er nul remote gedaan. Want ja, ik ook niet. Het is me niet waard. Nee, dat, dat ben ik met je eens. En ik wilde nog iets zeggen over wat je net zei... maar ik sluit me erin voor grotendeels. <laughs> uh, ja, ik weet niet meer precies wat je wil okay, zeggen. Oké, ja, maar... speciale, speciale originals... was dat het, of niet? Ja... Nou, oh nee, dat ik Legendary Shinies wel doe, oh, um, ja. maar die kans is natuurlijk 1 op 20, dus die is al een stuk groter en uh, veelal is een Legendary ook nuttig, uh, dan wel in PvP, dan wel in, uh, in raids uh, en krijg je er dus ook nog 3 XL Candy per keer uit en goede beloningen, dus, dus daar zit nog veel meer achter dan alleen maar een, een kans van 1 op 64 op een Shiny. Ja. Dat is helemaal waar inderdaad, ja. Nou, uh, is de enige legendary, of eigenlijk mythical, die ik niet heb shiny, is Deoxys geweest. Die had ik, uh, op een gegeven moment had ik er geloof ik, richting de 70 raids van gedaan. En nog steeds geen mm. shiny. Dus ja, die hey, ik, komt ik, ooit ik nog terug. Twee, uh, Gigas en Cobalion mis ik nog. Dus, oh ja, precies. Ja, um, dan als allerlaatste bij de vraag, dan gaan we denk ik door naar... Oh, ja. uh, nog uh, bedankt, op, dus. uh, bedankt ook Stefan voor de vraag. <laughs> ja, ja, zeker. Iedereen bedankt natuurlijk ook voor jullie vragen. Zeker. We hebben ook nog een, een Noan-kwestie openstaan. Uh, die uh, we zouden testen. Uh, hoe zit oh, het met ja. Hidden Power? Ja, inderdaad. En uh, daar hebben we het natuurlijk zaterdag wel over gehad. Ik heb je niet verteld wat de uitkomst was. Maar ik heb wel gezegd dat ik het getest heb in ieder geval. Precies. Uh, ver verandert Hidden Power, of in ieder geval het type van Hidden Power, op het moment dat je een noen ruilt, omdat ze de statistieken dan ook aanpassen? Het antwoord is nee. Oh, uh, oké. Okay. Dus je houdt hetzelfde type Hidden Power. Oké, okay. ja, nou ja, goed om te weten inderdaad, dus uh, stel je voor je wil heel graag een 100% uh, unknown met een specifieke hidden power, Ja. dan uh, moet je maar gewoon een uh, unknown gaan ruilen die die specifieke hidden power hebben en heel hard hopen. Ja, ik heb er echt ook iets van vijf of zes geruild om dat te testen, om even zeker te weten dat ik niet per ongeluk verkeerd had gekeken of net dat type IV's ook weer dezelfde hidden power had, dus uh, ik ben daar wel echt, uh, ja, ik heb dat... Iets grondiger getest. Ja, nou hartstikke goed. Uh, want ja, ik wist het dus ook niet zeker. Dus uh, top dat je het hebt getest. Prima, dan denk ik door naar het algemene Pokémon-nieuws. Dan moet ik hier even het nieuws voor openen. Er waren toch ook wel weer wat dingetjes. Ook Unite-nieuws weer uh, afgelopen week. Maar we beginnen met, moet ik even goed kijken. Ja, Pokémon TV-app is te downloaden, downloaden op de Nintendo Switch. Ja, precies. Ja, het eerste, is dat het eerste streaming-app-ding. Uh, ja, ik weet dat je in ja, andere YouTube. landen Hulu hebt, maar... Oh ja, YouTube heb je natuurlijk gewoon. Ja. ja. Maar... Uh, maar ja. ja, is de eerste streaming app inderdaad los van YouTube en inderdaad Hulu in een aantal andere landen. Uh, leuk voor mensen die graag de series willen kijken. Mijn tip is zetten we in het Engels, want dan krijg je veel meer content. Dus, ah, oké. Okay. Ja, nee, dat is uh, zeker een goede tip inderdaad. Uh, ja. Dus mijn tip sowieso: zet hem in het Engels ook voor je kinderen. Maar goed. Ja, dat is uh, zeker ook uh, goed. Dan um, was er wat uh, trading card game nieuws. Namelijk Fusion Strike is aangekondigd. Uh, weer een nieuw uh, speltype. En ik heb het opgeschreven wat uh, zij erbij schrijven: de Pokémon Company. Uh, in het persbericht staat. Iets wat paarse en roze Pokémon met de Fusion Strike-stijl beschikken vaak over aanvallen die gericht zijn op teamwork en die uitgaan van het principe dat je sterker staat met meer. Fusion Strike-Pokémon hebben er doorgaans baat bij wanneer andere Pokémon met deze battle-stijl van de partij zijn. Fusion Strike-stijl verschijnt tevens op trainer en special energy-kaarten die Pokémon met deze specifieke battle-stijl gewoonlijk ondersteuning bieden en spelers in staat stellen een Fusion Strike-stijl deck samen te stellen. Ja, precies. Nou ja, Dan het, het zullen dus vooral weer kaarten zijn die met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld, je hebt vier um, hoppip op de bank van, met een fusion strike uh, heet, mechanic. En je jump loff met de fusion strike mechanic wordt daardoor heel sterk. Of niet, ja. niet, misschien niet eens hoppip, maar ja, Dat het zal zoiets man. zijn. Ja, Ja. Uh, en dan is ook, en dat noemde je net natuurlijk al, Evolving Skies verschenen van de week. Dat was natuurlijk ook nog nieuws. Uh, nou, daarvan uh, mag Dennis, uh, als we eraan denken, van het weekend. En anders moeten jullie kunnen ook gewoon mee hier naartoe rijden. Hè? Dus, uh, <laughs> hoe heet het? Uh, komt wel goed. Hoe dan ook, komt het goed. Dan uh, Blastoise, die deze week, uh, volgens mij zelfs morgen, gaat verschijnen in Unite. Ja. Uh, die, daar was toch ineens weer Blastoise. Inderdaad, ja. ja. Alsnog. Nou ja, hij was al heel lang terug gedatemined. Maar hij kwam maar niet. Uh, want opeens... ja, hij was ook al aangekondigd, hè? Samen met Gamma. Oh, hij War. was zelfs aangekondigd. Ah, oké. Okay. Hm. Maar dan echt zeg maar voordat het spel al uit was. Dat was het aparte. Ja, ah, ja, precies. En toen opeens kwam, uh, kwam Blissey erin. <laughs> ja, nog steeds precies. geen Blastoise. Ja, was ook uh, met een B. Maar... Ja, precies. En een L, zeiden ze toen in de podcast. Inderdaad. Ja, heel bijzonder. Maar uh, ja, daar is hij inderdaad. Uh, maakt met Blastoise zijn de Kanto-starters compleet. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik speel het spel nog steeds, uh, maar ik speel het eigenlijk alleen maar als Zero Aura, Dus ik uh, hmm. ga het wel zien. Precies. Um, dat was mijn algemene Pokémon nieuws. Oké, okay, ja, ik heb eigenlijk ook geen algemeen Pokémon nieuws verder. Uh, heb je die anime eigenlijk nog gekeken, dat Japanse filmpje? Nee, nee, wel aan gedacht, nog niet gedaan. Uh, ga ik zeker een keer doen. Uh, een keer? De komende drie weken eraan denken en het dan doen. Dan heb ik wel tijd, zeg maar. Ja, nou ja, ja. hij is in ieder geval ja, nog steeds een aanrader. Ook voor de luisteraars. Ja, nee, tof. Dan snel door naar de Go Battle League. Nou, de, in ieder geval hebben we uh, al gehoord dat Dennis natuurlijk legend is geworden. Uh, van mij uit ook nog gefeest. Dat heb ik net volgens mij niet gezegd, maar bij deze. Thank you. Uh, ik denk dat we vooral snel gaan vooruitblikken, want we zijn ook alweer een uur en een kwartier bezig op uh, het seizoen dat gisteren is begonnen. Uh, met een aantal uh, belangrijke onderdelen. Wat mij opviel was dat ze Go Battle Night, Go Battle Day hebben gemaakt. Wat ik een hele goede stap vind. Ja, mee eens. En en inderdaad, want, dus... ja, uh, die keren dat ik tussen zes en twaalf echt allemaal battles er doorheen moest, uh, moest duwen, dat was echt wel uh, zeer vermoeiend. Nee, mee eens. En, en vaak lukte het niet eens om 20 setjes te doen in 6. Nee, precies. Dan uh, wel bijna, maar <laughs> net niet. Nee, dus dat is, dat is goed. Er uh, zijn wat, uh, wat buffs en wat nerfs bijgekomen. Ja. Uh, zoals Scald, uh, die, uh, die natuurlijk ook een uh, aanpassing heeft gekregen. Sowieso was het thema in de aanpassingen dit keer om aanvallen dichter bij de originele aanvallen uit de uh, console-games te brengen en de handheld-games. Ja, en uh, ja, Scald daardoor wordt voor Porion uh, waarschijnlijk best wel goed. Um, maar ook Crunch heeft een buff gekregen. En Crunch was al een redelijk goede aanval op bijvoorbeeld uh, Gyarados. En er zijn nog meer Pokémon met Crunch die gewoon best wel goed zijn. Um, dus ja, dat is een hele goede. En de Weatherball nerf is ook wel redelijk belangrijk. Uh, ja. Pokémon zoals Politoed, en uh, dat is het overigens de ergste, Politoed. Maar ook uh, Alolan Ninetales met Weatherball. Um, ja, die waren gewoon echt bizar sterk. En nu zijn ze ietsjes minder sterk, maar niet, niet veel minder sterk. Dus het is, die is wel echt in balans gebracht, naar mijn mening. Ja, dan een aantal nieuwe cups. De Jungle Cup hadden we natuurlijk al uh, gevonden. En ja, dat little, is dus jungle cup. little Jungle Cup. Uh, daarbij is niet meer de eis dat je Pokémon moet kunnen evolueren, maar Shuckle is vervolgens wel gebend. Ja, dus, uh, dat, <laughs> ik las dat dus. Ik had zoiets van oh, wauw, en zelfs Bug mag. Nou, dat is tijd voor Shuckle. En daaronder, ja, geen Shuckle. Oh, oké, okay, nee. prima. Ja, <laughs> dat ah, ja, we is het wel goed ook, over. want ja, want het slaat nergens op. Zodra Shuckle wel mag in zo'n cup, dan is het gewoon klaar. Dat is ja, dus dat, dus een Shuckle cup. Ja, het maakt niet uit welke twee andere Pokémon je dan in je team doet. Het is echt Shackle en, en hun Shackle en dat is het. Ja. Uh, de Halloween Cup keert terug. Ook wel weer leuk. Uh, ja. En er komt een Players' Choice Cup, waarbij wij via Twitter mogen gaan stemmen. Ja, ik ben benieuwd. Dus ja, uh, even kijken. Andere details naar nou, Go Battle Days op 18 september, 1 november, 20 november. Ja, uh -huh. daar is overigens ook een uh, verandering natuurlijk in. Want de Stardust was deze oh, keer was yeah, twee, drie, drie keer Stardust voor uh, alles. Um, alles wat je in Go Battle League deed, je kreeg meer, meer Stardust. En nu hebben ze dat veranderd in alleen de rewards die je claimt. Dus niet je uh, claim rank rewards of zoiets. Maar alleen maar, um, als je bijvoorbeeld de eerste battle wint, krijg je een beetje dust. Alleen dat wordt verdubbeld of verdriedubbeld. Yeah. En ik snap het omdat ze willen voorkomen dat mensen alleen maar gaan lopen verliezen erom. Ja. Uh, zoals ik maar deed. <laughs> uh, aan de andere kant heb ik wel zoiets van. Nou, ja, daar moeten we misschien wel een beetje mee uh, uh, oppassen. Want het haalt bij mij de zin voor zo'n goal-battle-day weg. Ja, dat snap ik volledig. Um, ja, kijk. Um, of ik nou wel of niet die, uh, die, die dus had gekregen, um, was ik gaan verliezen de vorige keer, zeg maar. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel fijn om. Ja, bijna 10.000 stars te krijgen... terwijl je vijf potjes achter elkaar verliest. En ja. ja, goed, dat is nu gewoon een beetje jammer. En dan krijg je ook weer dat mensen... toch maar wel gaan strijden... en daardoor mensen die nog net geen legend zijn... het alsnog niet halen. Ja, ja. niet dat je het daar per se van moet hebben, hoor... maar het is natuurlijk wel leuk meegenomen op die manier. Daar ben ik het mee eens. Dan waren er uh, nog uh, de nieuwe beloningen zijn bekend... de nieuwe poses en dergelijke. Uh, ja, echt... Goed, ga verder. Oké, okay. <laughs> je hoeft het niet over te hebben, hoor ik net. Nou, nee, jawel. Maar ik bedoel, het is de pose van uh, Leon uit uh, Sword and Shield. Ja. Yeah. Uh, en de pose is, is prima. Maar zijn, zijn kleding, die mist toch wel een belangrijk setpiece? Ja, yeah, dat is? Hij heeft een cape in Sword oh. and Shield. Hij, dat is juist zijn hele ding. Hij heeft een supermooie yeah, cape. Yeah. En wat doen ze dan bij deze? Ja, nee, doen we niet. Het is te moeilijk. Ja, echt nee, no, voor... zo jammer weer. Oh, is dat Leon? Ja, ja. Nou, ik bedoel, ik zou hem zonder cape waarschijnlijk niet eens herkennen. Zo. Nou ja, ja dat ja. inderdaad. En die zit er dus niet bij. Dus dat vind ik zo jammer. Terwijl dat, dat is juist heel erg vet om, om natuurlijk ook voor te gaan strijden. Ja, gemiste kans. Ja, nou ja, dat. Um, even kijken. Andere Go Battle League dingetjes. Even snel door het nieuws heen kijken of ik daar nog dingen heb gemist. Uh, Battle of Night. Night nou, daar hebben we het ook even over gehad, daar heb ik wel gespeeld vier setjes geloof ik, was lekker voor de stardust, maar uh, ik zakte alleen maar dus de motivatie was er ook niet echt om te spelen <laughs> ik zakte uh, ook alleen maar en toch had ik, was ik zeer gemotiveerd ja, maar jij had niet <laughs> meer een toer om te stijgen ik ja, maar dat is wel jammer Bedoel, um, ja, ja, maar ik had ook niet verwacht dat ik er heel erg goed uit ging komen. Ik weet dat op, op een gegeven moment is dat gewoon een beetje klaar. En ik had ook niet de motivatie om door te spelen. Want misschien was het wel gelukt. En ik ben ook niet alles gaan verliezen, want dat voelt toch ook niet goed? Ik nee, dat, dat snap Spardus ik wel. Dat het lekker was, maar. <laughs> ja. Nee, dus. Um, ja, begrijpelijk. Ja, ik denk dat dat het is. Oké, okay, ja. Nou ja, um, ik ben benieuwd ook naar het, uh, het nieuwe seizoen. Wat betreft ook de Players Cup. Uh, dat kan bijvoorbeeld de Love Cup ja. kan terugkomen. Of uh, de Canto oh, ja. Cup zelfs. Wat uh, de Cup. Little Cup. Element Cup kan zelfs terugkomen met Ducklet. ja uh, Dus ja, ik, ik, ben, uh, ik ben ontzettend benieuwd uh, hoe of wat. En, en mochten mensen zoiets hebben van ja, wat, wat moet ik nou voor Little Jungle Cup uh, gaan doen? Uh, nou, bijvoorbeeld Cottony, die wordt weer, uh, weer echt de rang 1. Dus uh, tenminste uh, tot nu toe, hè. Dus ja. ik zou zorgen voor dat je daar in ieder geval een goede van hebt als je die nog niet hebt. Want er is natuurlijk ook gewoon een grote kans dat je die al hebt van vorige cups. Ja, en Want... die begint al de eerste keer na de volgende keer dat wij uh, podcast opnemen. Dus die gaan we dan wel even doorbespreken, denk ik. Ja, dat is een goede, inderdaad. Ja, ja. Dus, dus dat, Nou ja, ik ben weer heel benieuwd. De, ik, sowieso ga ik de eerste aantal setjes weer, uh, weer verliezen, uh, simpelweg omdat het me een hele hoop tijd scheelt en je even goed rangen omhoog gaat. Uh, ja, dat is het voornaamste. Het is helemaal niet zo omdat ik um, graag lager wil uitkomen. Maar meer gewoon omdat het me heel veel tijd scheelt wanneer ik gewoon ga verliezen. En ik steek al heel veel tijd in PvP. Dat het ja. alles wat ik er niet in hoef te steken eigenlijk mooi meegenomen is. Uh, dan denk je misschien, ja waarom doe je het dan? Nou, omdat ik het ook wel weer heel leuk vind, evengoed. Ja, precies. Oké, okay, nou dan zijn we er, denk ik. Echt? Ja. Ja, ik denk het wel. Het is dus, uh, ja. voor ons een mooie tijd om snel even een slokje te drinken en uh, uh, door te gaan naar de volgende podcast. Indeed. Um, ja. Uh, oh nee, dit is, ik denk misschien is het Pokémon nieuws, maar het is uh, Lego nieuws en niet eens echt Oh nieuws, ja, dus geen Pokémon nieuws. Er was net nog wel Pokémon nieuws trouwens live uh, half, maar de, niet relevant voor ons. Maar in uh, Australië en Nieuw-Zeeland en zo hadden ze gisteren per ongeluk de verkeerde uh, reetouwer gehad. Oh ja, die, precies. Dus daar komt nu een make-up rate-hour voor. En ze krijgen allemaal een gaten Ah, oké, okay, dat, dat doen ze goed. Ja, in plaats van ja. Zenta kregen ze allemaal Mega Pidgets. Ja, ja. Woehoe! Ja, nee, dus oh, uh, dat was ja. jammer. Genieten. Oké, okay, mooi. Nou, dan wil ik de luisteraars, in ieder geval uh, vanuit deze semi-live positie, bedanken voor. Uh, uh, ...uiteraard voor het luisteren in het algemeen... ...maar ook voor de afgelopen 48 afleveringen. Um, en um, ja, jullie horen ons dus volgende week... ...en die week erop wel... ...maar dan uh, zijn dat vooropgenomen uh, podcasts... ...dus even geen... Uh, ...ja, we gaan in de uh, pilot natuurlijk wel nieuws behandelen... ...maar dat is nieuws van de jaar geleden. Ja, precies, ja. Dus uh, vergeet dat vooral niet. Nee, dat zijn uh, geen dingen waar je naar uit kan gaan kijken... ...die komende weken. Nee, precies, <laughs> precies. Um, en um, in de muziekpodcast, uh, ja, zoek daarna ook vooral die muziekjes er nog even bij op YouTube. Maar, uh, als, je ja, dat zo, wil. als je dat wil. Maar daar gaan we het zo over hebben, denk ik. Ja, zo precies. Dat weet ik wel zeker. Maar dat horen jullie dus over twee weken. Ja, bedankt allemaal weer voor het luisteren. En uh, ja. Ja, tot uh, aflevering 50. Uh, nee, nee, nee 49. 49. Ja, 49. En inderdaad, 50 is nog steeds het hele live gebeuren. Ja, precies. Ja. Dus, uh, Oké, okay, tot dan. Uh, yes, bye bye. Doei.